is tijd en ik ga u voor in het ambtsgebed van de gemeente Twenterand. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen. Ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Dank u. Ik open de raadsvergadering en heet u allen van harte welkom. Uiteraard de raadsleden, het college van burgemeester en wethouders, u op de tribune en ook als u meekijkt, meeluistert, van harte welkom. En ik hoop ook als u meekijkt, meeluistert, dat u deze vergadering goed kunt volgen. Afgemeld hebben zich de volgende raadsleden: mevrouw Beulakker, mevrouw Jager, de heer Kelder en mevrouw Bramer. Ik vraag of u allemaal de presentielijst heeft getekend. Het gaat bijna helemaal goed. Dan ga ik naar agendapunt 2, de vaststelling van de agenda. En in het presidium is afgesproken dat ik een aantal wijzigingen zal benoemen. Het eerste is dat agendapunt 11, de quickscan afvalbeleid Twenterand, naar de bespreekagenda gaat. Dus de bespreekagenda begint één agendapunt eerder. En dat toegevoegd is agendapunt 14a, de begrotingswijziging 2020. Die staat in IBABS, is u toegemaild. En ook daar zal de wethouder vooraf, zal hij daar een korte toelichting op geven. Kunnen we de agenda conform het door mij verwoorde vaststellen? Wil iemand daarover het woord? Niet, dan wordt de agenda conform behandeld. Ik ga naar agendapunt 3, het vragenhalfuurtje. En de heer Reusken van de Partij van de Arbeid GroenLinks heeft aangegeven dat hij daar gebruik van wil maken. Ik geef de heer Reusken zo het woord. En even voor iedereen die meekijkt, meeluistert. Dan is het zo dat eerst de heer Reusken zijn vragen kan stellen. Dat er vanuit het college gereageerd zal worden. Dat de heer Reusken aanvullende vragen kan stellen. Dat dan elk raadslid aanvullende vragen kan stellen. Dat dan het college weer antwoordt. En dat dan dit punt afgerond is. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De vragen die wij gaan stellen, die hebben te maken met rookvrije generatie en rookvrije zones in Twenterand. Onlangs stond er een vrij uitgebreid artikel in het Tubantia van twee Twentse buschauffeurs met een pleidooi voor het rookvrij maken van stations en bushaltes. Zij zeggen, elke dag worden er duizenden kinderen vervoerd en die staan op busstations en bushaltes. Hier staan volwassenen tussen die roken zonder dat ze echt nadenken over dat ze anderen tot last zijn en in het bijzonder kinderen. Een prachtinitiatief dat ondersteund wordt door de club die bezig is met een rookvrije generatie. Het past ook binnen het landelijke preventieakkoord wat opgesteld is. En als het gaat om Twenterand past het ook goed binnen het programma van het sociaal domein met betrekking tot gezondheidszorg. Vooral als het gaat om het stimuleren van een gezonde levensstijl. En in Nederland zijn er ook al tal van gemeenten die hier afspraken over hebben gemaakt en hiermee bezig zijn om daar ook invulling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan rookvrije speelplekken voor kinderen, rookvrije sportvelden,
maar ook rookvrije bushaltes en stations. We hebben dan ook de volgende vraag aan het college. Heeft de gemeente Twente Rand beleid om uitwerking te geven aan het preventieakkoord en in het bijzonder mee te werken aan een rookvrije generatie? Tweede vraag, is de gemeente Twente Rand bereid om met de stichting Rookvrije Generatie in overleg te gaan en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in Twente Rand naar het instellen van rookvrije zones, bijvoorbeeld op speelplekken voor kinderen en bij bushaltes? En tot slot, is de gemeente Twente Rand bereid om zelf het goede voorbeeld te geven door het instellen van een rookvrije zone, bijvoorbeeld bij de ingang van het gemeentehuis? Ik heb de schroevendraaier al bij me. Niet in mijn tas, maar wel in mijn auto. Dus ik zou willen voorstellen, als hij die toezegging doet, zal ik zorgen dat hij er vanaf gaat. Maar ik ben heel benieuwd naar de antwoorden van het college en de wethouder. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Reusken. Dan geef ik het woord aan wethouder Paters. Die zal antwoorden namens het college. Als hij de microfoon van heer Reusken eerst uitdoet. Ja. Voorzitter, dank u wel. En dank ook aan de heer Reusken voor de vragen die hij gesteld heeft. Laat ik beginnen met te zeggen dat we al stappen aan het zetten zijn. Vanuit het OGO, het onderwijsoverleg, is de wens gekomen om de bordjes rookvrij bij de scholen te monteren. En dat gaat ook gebeuren. De gemeente Twente Rand heeft de kosten voor 34 bordjes op zich genomen. En die zullen door de scholen er aangeschroefd worden, dus dat komt goed. Dat zijn deze bordjes, ik laat het maar even zien. Dus die komen daar, die 34 stuks. En als we dan kijken naar de overige vragen die de heer Reusken stelt. Hebben wij beleid om uitwerking te geven aan het preventieakkoord en in het bijzonder mee te werken aan een rookvrije generatie? Uiteraard hebben wij een rol te vervullen in het nationale preventieakkoord. Dat is ook geland in de agenda van de bestuursagenda van de GGD Twente. En deze rookvrije generatie, dat is, zoals u wellicht weet, een onderdeel van het nationale preventieakkoord. En enkele maatregelen daaruit zijn bijvoorbeeld vanaf schooljaar 2021 alle schoolterreinen rookvrij. De kinderboerderijen en alle kinderopvanglocaties zijn rookvrij. Vanaf 2020 leggen zorgverzekeraars geen eigen risico meer op bij eerste lijns stoppen met rokenprogramma's. En ook dat is denk ik een goed signaal. Vanaf 2025 alle speeltuinen en bijna alle sportverenigingen rookvrij. En vanaf 2025 alle zorginstellingen rookvrij. En dus wij zijn daar zeer zeker mee bezig, ook in regionaal verband. Zijn wij bereid om met de Stichting Rookvrije Generatie in overleg te gaan en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn? Ja, die bereidheid is er zeker, voorzitter. We zullen dat ook gaan doen. De juridische mogelijkheden om een rookvrije zone vast te leggen, die zijn misschien wat lastig op dit moment. Je zou een verbodsbepaling kunnen opnemen in de APV, voor zover niet in strijd met de tabakswet. En mogelijk biedt ook de nieuwe omgevingswet hiervoor mogelijkheden. Dus ook daar zullen we zeker naar kijken en gaan wij in gesprek met de Stichting Rookvrije Generatie. En zijn we bereid zelf het goede voorbeeld te geven door het instellen van een rookvrije zone om en bij de ingang van het gemeentehuis? Ja, onder voorbehoud van akkoord van de OR. Want dat zijn beslissingen die de OR daarin mee moet nemen, maar die bereidheid is er zeker, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Reusken of hij nog aanvullende vragen heeft. Meneer Reusken, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Mij rest niet anders dan dank te zeggen aan de wethouder voor de antwoorden en de toezegging die hij gedaan heeft. Eén tip, misschien ietsjes meer tempo. Dank u wel, voorzitter. Ik kijk naar de andere leden van de raad of iemand nog een aanvullende vraag heeft. Niet, dan is het vraag een half uurtje bij deze afgerond en ga ik naar het volgende punt. Dit is de vaststelling van de verslag van de raadsdebatten van 27 november 2019, 3 december 2019 en 4 december 2019. En de heer Reusken van de fractie Partij van Arbeid GroenLinks wil een voorstel indienen om het
verslag van 27 november 2019 aan te vullen. Meneer Reusken, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Ik ga u vragen mij te helpen. Ik heb inderdaad een verzoek ingediend tot wijziging. Alleen ik heb hem niet zo snel paraat. En om de juiste woorden te kunnen gebruiken zoals ik hem voorgesteld heb, zou ik u willen verzoeken of u zou willen voorlezen voor mij. Tuurlijk, ik lees het voor en vervolgens ga ik over tot mijn reactie erop. Zoals u weet, en dan zal ik de raad vragen wat zij hiervan vinden. U stelt voor om bij het vijfde gedachtenstreepje, waar staat, en het gaat om het debat over Soweco, de toekomstige uitvoering WSW regio Almelo, daar gaat om. Om bij het vijfde gedachtenstreepje staat zorgvuldigheid gaat boven snelheid. En u zegt hier dient aan toegevoegd te worden dat, dubbele punt, er wordt gevraagd aan het dagelijks bestuur om waar nodig vanuit de zorgvuldigheid van besluitvorming het besluit tot beëindiging van de GR uit te stellen. Dat is uw voorstel. Correct. En eventjes voor de luisteraars ook aan het einde van het debat over de voortgang onderzoek toekomstige uitvoering WSW regio Almelo heb ik een zienswijze geformuleerd op basis van het debat. En daar vraagt de heer Reusken nu een aanvulling. Meneer Reusken, u wilt nog wat toevoegen of... Nee, voorzitter, u heeft het goed verwoord en dat is mijn verzoek aan de raad en ik zou er graag stemming over kunnen. Dank u wel. Dan zal ik eerst zelf, omdat ik natuurlijk zelf de zienswijze heb geformuleerd, aangeven wat ik daarvan vind. Ik heb de zienswijze namens uw raad, namens het debat en vervolgens namens uw raad, zeer zorgvuldig geformuleerd op basis van alle inbreng van alle fracties, gezamenlijke inbreng, gezamenlijke punten. Dit heb ik niet ingebracht. Ik heb aan het eind van mijn zienswijze nog eens goed rondgekeken of er nog aanvullingen waren. Die waren er op dat moment niet. Dus ik stel u voor om dit niet te honoreren. Maar uiteraard is het aan uw raad. En zoals de heer Reusken vraagt, zal er stemming over komen. Dus ik geef het nu in stemming. En ik vraag u, wie is er voor om de door de heer Reusken voorgestelde aanvulling toe te voegen aan het verslag van het raadsdebat van 27 november 2019. Wie is voor deze toevoeging toe te voegen? De heer Reusken, wie is tegen? Jij bent voor, de heer Reusken, GBT, VVD, PVV, SGP, CDA, ChristenUnie. Het is verworpen en zal niet worden toegevoegd. Dan ga ik over naar de vaststelling dan van het verslag van 27 november 2019, 3 december 2019 en 4 december 2019. Ik doe het in één keer. Is iemand die hier stemming over wil? Dan zijn deze verslagen geaccordeerd. Dan ga ik naar de besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2019. Is er iemand die hier... Er zijn geen aanvullingen, voorstellen tot wijziging gekomen. Wil iemand hier stemming over? Zo nee, dan is deze besluitenlijst van de raadsvergadering is geaccordeerd. Dan ga ik naar de ingekomen stukken. Kunnen we de afhandeling conform de voorstellen doen? Wil iemand hierover het woord? Zo niet, dan is al dus besloten. Dan ga ik naar agendapunt 7. Dat gaat over de economische visie Twenterand. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand een stemming? Dan is de economische visie Twenterand vastgesteld. Dan ga ik naar de overeenkomst met BDO Audit als Assurance BV te verlengen voor dat is de accountant voor de jaren 2020 en 2021 voor een bedrag van. Wil iemand hier een stemverklaring over? Wil iemand hier stemming over? Dan is al dus besloten. Dan ga ik naar de wijziging van de gemeenschappelijke regeling gemeentelijk belastingkantoor Twente. Wil iemand hier stemming over?
Wil iemand hier stemming? Dan is ook dit conform het voorstel besloten. Dan ga ik naar het beleidskader gemeentelijk vastgoed om de nota inspraakreacties beleidskader voor gemeentelijk vastgoed vast te stellen. Vervolgens ook dit beleidskader gemeentelijk vastgoed vast te stellen. Wil iemand hierover stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is al dus besloten. En ga ik naar agendapunt 11. Dat is dus naar de bespreekagenda gegaan. Dat is de quickscan afvalbeleid Twenterand. En ik geef de heer Jonker het woord. De Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben het bij het raadsdebat ook al aangegeven dat Twenterand het goed doet. En bij de voorbereiding op de raadsvergadering van vanavond. En de wethouder heeft er ook al een aantal opmerkingen over geplaatst in het debat. Ik denk van ja, daar komt het besluit niet helemaal overeen met wat in het debat ook naar voren kwam. En daar heb ik toch gemeend om een amendement in te dienen. En een motie. En het amendement zal ik indienen. Het is reeds verspreid. Ik zou alleen, moet ik nog wat toelichten of... Mag volstaan met de wijziging, wat u wilt wijzigen. Oké, want het gaat vooral ook om het kleine keukenafvalbakje en dat soort dingen, dat wordt geschrapt. Als volgt te wijzigen: 1. Kennis te nemen van het rapport Quickscan afvalbeleid Twenterand, instemmen met het onderzoek om tot een betere bewustwordingsaanpak en communicatie te komen. En 2. Instemmen met een onderzoek naar de invoer van een laagfrequent inzamelsysteem. Dus daarmee, en deze wordt mede ingediend door de GBT, CDA, ChristenUnie, VVD. Ja? Oh ja, en de motie die gaat over het overleg oud papier- en kartoninzamelaars Twenterand. We hebben daar ook aandacht voor gevraagd tijdens het debat, ook gevraagd aan de wethouder om een gesprek. Dat was toen niet aan de orde. Ik heb toch gemeend om daar toch bij een motie toe op te roepen. En dat doe ik bij deze. En die motie dien ik mede in, ook namens de GBT, CDA, ChristenUnie, VVD. En sorry, ook de heer Veldmeijer. En dat geldt ook voor dat abonnement nog, dus die kwam er ook al bij. Ik lees alleen, vraagt het college om op korte termijn een bijeenkomst te beleggen waarbij de gemeente en de OPK, inzamelaars van Twenterland, met elkaar het gesprek kunnen voeren over de huidige situatie en afspraken maakt hoe in het vervolg bij ingrijpende keuzes het wel of niet wenselijk is om eerst het gezamenlijk overleg te voeren tussen de OPK, inzamelaars en de gemeente en de raad hierover te informeren. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dan wordt het amendement door u ingediend en de motie. En ik zal zo aangeven welk nummer deze het amendement en de motie krijgen. Ik ga ervan uit dat ze voldoende ondertekend zijn. Ja, dat ga ik ook vanuit. En dan kijk ik rond naar de andere fracties. Wil iemand van gemeentebelangen Twenterand het woord? Nee? Dan ChristenUnie, CDA. De heer Veldmeijer, PVV. Ja, oké, prima. De heer Kopers, de heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben hier al uitvoerig over gedebatteerd in het raadsdebat. Wat wij graag nog zouden willen toevoegen aan hetgeen de heer Jonker van de SGP heeft gezegd. Overigens zullen wij die motie ook steunen. Want wij hebben ook al aangegeven dat daar waar het gaat om dat afvalbakje en die 50.000 euro, denken we dat we die moeten gebruiken voor andere zaken. Wij zouden bijvoorbeeld willen voorstellen om die 50.000 euro bijvoorbeeld te gebruiken voor budget van het platteland en dan bijzonder biologisch. De heer Reusken heeft een verkeerd kaartje. De heer Jonker is nog steeds aan het woord. En dat is niet de bedoeling. Om niet iedereen in verwarring te brengen. Doe het eerst even uit en dan uw kaartje en dan weer aan. Goed, voorzitter, ik zal het nog een keer opdoen, want dan staan de juiste woorden bij de juiste persoon. Wat ik net al even in het kort aangaf, wij zullen de motie ook steunen, omdat wij het in de kern eens zijn dat afvalbakje wat ons betreft niet nodig is en ook niet van toegevoegde waarde is. Want Twenterand doet het goed als het gaat om afvalverzameling en inzameling. Wat ons betreft gaat het veel meer, hoe kunnen we veel meer inzetten aan de bron. Dus daar waar verpakking wordt geproduceerd of daar waar verpakking wordt gebruikt,
zijn nog veel meer resultaten te boeken en winst te boeken, waardoor je uiteindelijk bij het afval minder afval wellicht produceert. En we zouden veel meer, ook als het gaat om communicatie, daarop willen inzetten. We zouden ook aan de wethouder willen vragen om daar nog op te reageren. Een tweede punt is, wij hebben wel een idee over waar je het budget van die 50.000 euro voor zou kunnen gebruiken. En dat gaf ik net al even aan. Laten we dat eens inzetten op biologisch bermbeheer. Want volgens mij hebben we daar nog wel een slag te slaan. Tot slot nog één opmerking. Er wordt in het voorstel en ook in de motie gezegd van ga inderdaad maar onderzoeken of we kunnen inzamelen, of op een andere manier kunnen inzamelen, of het omgekeerd inzamelen. Wij hebben daar ook uitgebreid in onze fractie een discussie over gehad. En wij zien ook steeds meer onderzoeken, en ben ook wel benieuwd naar de reactie van de wethouder daarop. We zien ook steeds meer onderzoeken waaruit blijkt, de techniek is al zover dat afvalbedrijven heel erg goed in staat zijn om daar waar afval verzameld wordt, dat al technisch te kunnen scheiden. En dat misschien daar wel veel beter tot betere resultaten leidt dan gescheiden afvalverzameling. In de zin van dat daar nog wel eens heel veel vervuiling tussen zit. Dus waarom het onderzoek doen naar nog minder afval? Terwijl tegelijkertijd de techniek misschien wel zo is dat we over 5 jaar zover zijn dat bij de afvalverwerkingsbedrijven er heel goed gescheiden kan worden. Dus ik ben benieuwd wat dat betreft waar het onderzoek op gericht is en of het onderzoek misschien niet achterhaald is. Meneer Veldmeijer heeft de vraag nu. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Nou, voorzitter, mag vanaf deze plaats mijn collega een steuntje in de rug. Dan kan ik mijn stemverklaring achterwege laten. Wij vinden ook dat de mens eigenlijk in het hele systeem de zwakste schakel is. En dat de techniek inderdaad zo voortschrijdt op dit moment, zich zo innoveert, dat de machine dat veel beter kan dan de mens. En wij zouden ook, en dat is een beetje de steun in de rug van mijn collega van de PvdA GroenLinks, van de wethouder willen weten of ze dat eens een keer gaat onderzoeken. Dank u wel. Ja, dank u wel. Ja, meneer Reuslemis, even voor de duidelijkheid. U heeft het steeds over een motie, maar ik denk dat u bedoelt het amendement. Ja, voor alle duidelijkheid, anders is iedereen in de war misschien, dus ik help u een beetje. Meneer Reuske bedoelt steeds met zijn opmerking het amendement wat ingediend is door de heer Jonker en niet de motie die door de heer Jonker is ingediend. Dan wacht ik even, we hebben nog niet het amendement en de motie. Kijk even naar de wethouder of u kunt reageren of wat u nog even op de motie en het amendement wacht. Kijk even. Oh ja. Voorzitter, gezien de brede steun voor zowel het amendement als de motie, lijkt het me wijs om wel even een schorsing aan u te vragen. En hoeveel tijd heeft u nodig, denkt u? 10 minuten. 10 minuten? Vanaf het moment dat u de motie in het amendement heeft. Oké, dank u. Dan schors ik tot 8:10, want de wethouder heeft niet de motie in het amendement. 8:10 schors ik de vergadering. Wethouder van Appema, ik geef u het woord om namens het college te spreken. Voorzitter, dank. Ook dank voor de tijd die het college even kreeg. Dat heeft ermee te maken dat het college eerder kennis had genomen van een amendement en een motie die er toch wel heel anders uitzagen dan wat er nu voor ligt. Daar kom ik zo wel even op. Eerst even, er zijn een paar vragen gesteld of een aantal opmerkingen. In ieder geval over het keukenbakje. Wij begrijpen wel dat dat niet heel erg op uw steun kan rekenen. Dus daar kan het college prima mee leven om dat anders te doen. De 50.000 euro inzetten voor biologisch bermbeheer, waar de heer Reuske mee kwam, ja, dat kunnen we natuurlijk niet zomaar doen. Hè. Dit geld dat komt uit het afvalfonds. Hè. Daar hebben we een apart budget voor, dus wij kunnen niet zomaar dat ergens anders voor inzetten. Maar u bent zelf, u gaat over uw eigen budgetten, zou ik zeggen. Meer inzet op communicatie. Nou, die boodschap is heel helder, voorzitter. Omgekeerd inzamelen viel nog even. En met name de PvdA die stelde een aantal vragen over technisch scheiden, wat heel goed mogelijk is.
Ik heb u niet zozeer het woord nascheiding horen noemen. Volgens mij is dat waar we het dan over hebben. Dat betekent gewoon dat je alles gewoon inzamelt en dat het achteraf gescheiden wordt. Dat is iets wat we hier in Twente eigenlijk niet kennen, niet doen. In Friesland wordt er bijvoorbeeld wel nagescheiden. De meningen zijn daar nog steeds heel erg over verdeeld, wat nu het beste is. Gemeente Twenterand heeft altijd op het standpunt gestaan, en dan bedoel ik eigenlijk ook het college, dat het voor de bewustwording van de burgers het beste is om de burgers zelf ook te laten scheiden. Dat geeft ook een stuk bewustwording in wat men in huis haalt en hoe men daarmee omgaat. Maar uiteraard is het aan u zelf om daar wat anders van te vinden. Dus uw conclusie of uw vraag of onderzoek wat het college voorstelt achterhaald is, dat deel ik op dit moment nog niet. Voorzitter, richting het amendement. Voordat u daar verder mee gaat, de heer Veldmeijer had ook nog een opmerking gemaakt. Geldt uw antwoord richting de heer Reuske ook voor de opmerking van de heer Veldmeijer? Ja, voorzitter. In wezen is dat hetzelfde. Hè. Eigenlijk heb ik de heer Veldmeijer ook horen zeggen. Hè. De mens is de zwakste schakel. Dus je kan het beter in feite door de machine laten doen. Het college heeft tot nu toe altijd op het standpunt gestaan dat we de mens juist wel moeten inzetten om bewust met afval om te gaan. Dus in die zin deel ik dat niet. Als ik naar het amendement kijk, voorzitter, dan kunnen wij daar op zich staan wij daar sympathiek tegenover. Dus ik zou u willen voorstellen om dit aan de raad te laten, hoe zij daarmee omgaat. En datzelfde, voorzitter, geldt ook voor de motie. U vraagt op korte termijn een bijeenkomst te beleggen. Ik ga ervan uit dat u er ook begrip voor hebt dat we dat begin volgend jaar zullen doen. Want op korte termijn is nu op dit moment lastig. Dus ook hiervan oordeelraad. Dank u wel. Sorry, meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou aan de wethouder willen vragen, via u, voorzitter, op het moment dat wij een onderzoek zouden willen naar de mogelijkheden die er zijn op het gebied van de techniek. En daaraan eventuele kosten gekoppeld en dat vergelijken met het huidige systeem. Proef ik dan dat we dat voor het beste kunnen doen via een motie? Het is niet zo dat u dat uit eigen beweging gaat doen? Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, op dit moment heb ik geen aanleiding om dat te doen. Er is eigenlijk geen enkele gemeente in Twente die iets met nascheiding doet. We hebben daar ook de installatie niet voor. Dus alle systemen, zowel van onze dienstverlener als van Twente Milieu, die zijn daar niet op ingericht. Dus het ligt absoluut niet voor de hand om daar op dit moment wat mee te doen. Ik kan u wel vertellen dat met name in de steden, Enschede en Almelo, dat daar wel meer de neiging is om met nascheiding wat te willen doen, maar het ligt op dit moment, gezien de infrastructuur die we met elkaar hebben, niet voor de hand om daar nu verder mee te gaan. Want ik denk dat u zich ook kunt voorstellen dat dat ontzettend veel investering vraagt om daar wat mee te gaan doen. Een aanvullende vraag, meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, dat begrijp ik ook, maar dat vraag ik niet, voorzitter. Het gaat er alleen om of er onderzoek mogelijk is, omdat, en dat hoeft niet uitgebreid, maar dat mag ook summeren op hoofdpunten. Bent u bereid om zo'n onderzoek te doen of zegt u van nee, daartoe ben ik niet bereid. Als u dat wilt, dien dan maar een motie. Wethouder, aan u het woord. Ik kan daar eigenlijk op zich kort over zijn. Hè. U bent ook niet de eerste die dat vraagt. Er wordt in heel veel raden in Twente wordt daar regelmatig naar gevraagd. Ik kan u in ieder geval een onderzoek doen toekomen waarin dat wel is uitgezocht. En wij kunnen u daar een korte toelichting op geven. Dus wat mij betreft mag u dat als een toezegging beschouwen dat wij u dat zullen doen toekomen. De heer Heusken heeft nog een vraag aan u. Dank u wel, voorzitter. Dank de wethouder voor de antwoorden. Ook helder hoe de gemeente Twente daarin staat en op het moment die discussie voert wat de mogelijke consequenties zijn. Ik heb de wethouder ook horen zeggen dat ze het amendement aan de raad laat. Daarin staat ook iets over communicatie. In mijn inbreng heb ik ook aangegeven dat het ook wel erg belangrijk is van als inderdaad de mensen, en ik zal niet zeggen dat de mens de zwakste schakel is, juist niet, want mijn overtuiging is dat de mens de sterkste schakel is, want wij moeten het met elkaar doen.
Maar mijn vraag gaat erover van, het is vooral aan de bron. Want als je gaat kijken waar afval uit bestaat, is dat van verpakkingsmateriaal. Dus ik zou willen vragen om, als er aan de communicatie wordt gewerkt, om ook te kijken, niet alleen maar naar de inwoners die afval moeten scheiden, maar ook te kijken naar producenten van verpakkingen, winkeliers, bedrijven, om daar ook communicatie op te richten en hen daarin mee te laten nemen en ook hen na te laten denken of er mogelijkheden zijn tot andere vorm van verpakkingen. Dat zou ik graag de wethouder mee willen geven in de communicatie. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Ik weet niet of u een aanvulling nog heeft. Ik kan daar nog even kort op reageren. Ik denk dat de heer Reusken ook wel begrijpt dat de gemeente Twenterand als een van de dik 300 gemeentes niet een aangewezen partner is om met het verpakkend bedrijfsleven te onderhandelen. Daar hebben wij andere partijen voor die dat namens ons doen. Onder andere de VNG, die met raamovereenkomsten juist ook dit soort aspecten aan de orde heeft. En ik kan u zeggen dat daar ook de afgelopen maanden heel intensief overleg over geweest is voor een nieuwe raamovereenkomst. Want u hebt helemaal gelijk als u zegt dat je het beste het ook aan de bron kunt doen. Dus dat wat verpakt wordt, dat of niet nodig is, of zo goed mogelijk recycled kan worden. En daar is best heel veel inzet op daarin. Dus dank voor uw vraag. Dank u wel. Dan kijk ik nog of er in tweede termijn iemand het woord wil. Niet? Dan is de bespreking van het onderwerp afgerond. Dan gaan we over tot stemming. Eerst over het amendement. Amendement 9, het amendement Quickscan afvalbeleid Twenterand. Is er iemand die een stemverklaring wil geven? Is er iemand die stemming wil? Dan is het amendement unaniem aangenomen. Dan ga ik naar het voorstel. Quickscan afvalbeleid Twenterand, waarbij natuurlijk het besluit zoals we net geformuleerd hebben, leidend is. We gaan nu over alles nog een keer. Dan weet ik zeker dat ik alles goed gedaan heb. Inclusief het amendement. Ik weet dat het is helemaal overgenomen, maar ik wil dat wel heel zuiver doen. Gaan we nu over het voorstel stemmen, inclusief het amendement. Wil iemand daar een stemverklaring over? Wil iemand stemming? Dan is ook dit unaniem aangenomen. Dan weet ik zeker dat ik geen fouten maak in de afhandeling. Dan gaan we naar de motie 46. Wil iemand hierover een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is ook deze motie unaniem aangenomen. En ga ik verder met het volgende agendapunt. En dat is het agendapunt startnotitie regionale energiestrategie Twente. Dat is afgekort RES Twente. En ik geef de heer Elsega het woord. De heer Elsega, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Twee weken geleden hadden we een raadsdebat en toen heeft de gemeente Belangen Twente al aangegeven hoe wij in de hele transitie staan. We hebben aangegeven bijvoorbeeld dat er geen eenheid is. Dat hebben we afgelopen twee weken ook kunnen zien in Madrid. Het is nog steeds niet duidelijk wat er allemaal gaat gebeuren. Het wordt in juni dan weer vervolgd. Dat tijd en technologie is niet op elkaar afgestemd. We zagen gisteren de directeur van Enexis vertellen op TV Oost dat het eerder 10 à 5 jaar duurt voordat we echt grootschalige dingen kunnen doen, waaronder zonneparken en windenergie. Ja, de betaalbaarheid is gewoon onduidelijk en vooral voor inwoners. En dat blijft gewoon een zorg. Dat zeggen meer partijen en dat is ook gewoon zo. We weten nog niet hoe het allemaal uit gaat pakken. Maar de regionale energietransitie ligt voor en eigenlijk heb je drie keuzes. Je zegt van je stemt tegen, maar dan zijn we onze zeggenschappen kwijt. En dan bepaalt de provincie waar zonneparken en bijvoorbeeld windturbines en windmolenparken komen. Maar die komen er uiteindelijk toch, want dat is gewoon een doel. Je stemt voor en laat het over aan de rest Twente. En dat is een beetje wat hier voor ligt. En je zegt, je stemt voor en je verbindt de voorwaarden aan. Nou, dat is eigenlijk wat wij de afgelopen weken mee bezig zijn geweest. Hoe we dat op een goede manier kan doen, maar wel binnen de kaders die er liggen. Want anders, als je dat weer niet doet, dan staan er weer fouten in je voorstel. En dat moeten we ook niet hebben. Dus voorzitter, daar hebben wij een amendement voorbereid, druk rondgebeld. Wat doen andere ressen en zo, want er zijn er meer hè, in Nederland. En wat kan wel en wat kan niet, juridisch. En zijn we gekomen tot een amendement over de startnota regionale energiestrategie voor Twente. En dat in die amendement vonden wij het belangrijkste, dat de inwoners, de stem van de inwoner gehoord wordt. Wordt mede
ingediend door ChristenUnie en de PvdA GroenLinks. We hebben vooral in verwerkt van wat twee weken geleden er her en der door partijen is gezegd. De stadnota die wordt dan vastgesteld onder een aantal voorwaarden. A. De stem van onze inwoners breed gehoord wordt door middel van kernbijeenkomsten en of een burgerpeiling. Binnen de opgelegde kaders gecreëerd door de landelijke klimaattafels via de RES Twente. B. Op basis van het raadsbesluit voor de agenda duurzaamheid was in 2019 15.000 euro beschikbaar voor de RES. Dit bedrag in te zetten voor communicatie en de stem van de inwoner. C. Onze inwoners via eerlijke communicatie op de hoogte worden gebracht van het hoe en waarom van de energiemaatregelen die in de startnota zijn opgesteld en de lage participatiegraad van inwoners en volksvertegenwoordiging, dus de gemeenteraad hierin. Dat toegelicht wordt wat de gevolgen zijn van de voorliggende startnota, als ik die niet vaststel vanavond. En als laatste het college zich 100% gaat inzetten voor de motie volgordelijke maatregelen RES Twente gemeente Twenteland. De toelichting hierop is, voorzitter, dat het pakket maatregelen die is omstreden. Daarom moeten deze goed afgewogen worden. En het grote tijdstuk wat er op dit moment aangekoppeld is, dat helpt daarbij niet. De totstandkoming van het energieakkoord 2013 heeft aangetoond dat als je dus dit niet doet, dan krijg je geen goed resultaat, maar een maximaal geaccepteerd resultaat. Want invloed aan de voorkant, die is er gewoon niet meer. Dan is even de motie, want ik heb al gezegd, de motie is gekoppeld. Meneer Veldmeijer, sorry meneer Veldmeijer, heeft een vraag nu. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, over het amendement. De stem van onze inwoners, en er staat breed tussen aanhalingstekens. Ik zou graag een toelichting daarop willen, wat daarmee wordt bedoeld. En wat dat gaat toevoegen aan de RES. En punt E, het college 100% gaat voor de motie. Maar wat is 100%? Stel, hoe meet je dat? Betekent dat alles dan in die motie uitgevoerd moet worden? Of krijgen we dan achteraf toch een discussie? Nou goed, niet alles is uitgevoerd, maar we hebben toch wel wat bereikt. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Meneer Elsinga, nu het woord. Oh, sorry, voorzitter. 100%. Is maximaal. Er is niet meer dan 100%. Dus dat over de inzet voor het college. Breed is, we hebben het over inwoners, maar inwoners begeven zich ook in verenigingen, organisaties, in ondernemers. En dus die vinden wij dat die ook betrokken moeten worden. Dus niet alleen maar de inwoner aan zich, want daar gaat de RES Twente helemaal niet over. Want die zonnepanelen op daken kunnen de huishoudens nog steeds gelegd worden. Dat is het probleem niet. De RES gaat over al dat andere. Vandaar dus breed, voorzitter. Dank u wel. Een aanvullende vraag, meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, over die 100%. Stel dat het college niet alles uitvoert conform de motie volgordelijke maatregelen RES Twente gemeente Twenterand. Stel dat het maar 50% is. Ja, hoe meet je dat en wat gaat u dan doen op het moment dat u vindt dat het geen 100% is? Wat kunt u dan nog doen? Meneer Elsinga, aan u het woord. Wat wij in de motie hebben gesteld, dat is 100% en daar gaan we voor. En dat is de opdracht die wij aan de wethouder meegeven. Dat is het vertrouwen wat je meegeeft. Natuurlijk, ze zit daar met 13 andere gemeenten aan tafel. En wij geven dit mee dat dit onze inzet is, hè, degene die het amendement hebben getekend en ook de motie, dat dit het verhaal is. En ja, wat andere gemeenten allemaal vinden en zeggen, ja, dat weet ik niet. We zien natuurlijk wel ook in de provincie, dat ook daar over het algemeen wordt gezegd van, bijvoorbeeld met windturbines, als je dat wil doen, tast niet te veel landschap aan, houd de kwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit in stand. Kijk bijvoorbeeld eens bij autosnelwegen bijvoorbeeld. Nou, dat is ook wat hier dus in staat. Alleen bij ons niet bijvoorbeeld. Staat er nog wat duidelijker omschreven. Dan dank even de motie. De motie. Die motie is gekoppeld natuurlijk aan aan het amendement. En ik zal alleen het verzoek dan voorlezen, want de rest heb ik wel twee weken geleden genoemd en nu in een korte samenvatting. We verzoeken het college bij de RES Twente de volgende volgordelijke maatregelen in te brengen en aan te houden wanneer de gewenste energiecapaciteit beschikbaar is. 1. We beginnen dan bij de zonnepanelen op vastgoed van ondernemers, verenigingen, maatschappelijke instellingen en de gemeente Twenterand. 2. Dat zijn zonneparken op water.
namelijk voormalige zandwinningslocaties. En daar is onlangs ook een motie van de SGP in de Raad geweest. Die hebben we aangenomen en ook ondersteund en mede ingediend. Dus die kan hierbij gebruikt worden. En als derde hebben we dan de windenergie om samen met de 13 andere gemeenten of een deel daarvan volop te gaan voor centralisatie of concentratie. Dat staat ook wel in de rest van windturbines of windmolenparken met als doel de ruimtelijke kwaliteit in Twente, Twenterand, zoveel mogelijk in stand te houden. Maar goed, wij zitten hier voornamelijk voor Twenterand. De keuzelocaties zijn langs de A- en N-wegen, dus autosnelwegen. Autosnelwegen is de eerste volgorde. En de afstand van windturbines, windmolenpark tot woningen of woongebied bedraagt minimaal 1 kilometer. En die 1 kilometer, er is een onderzoek geweest in Duitsland, een heel breed onderzoek. En het bleek dat de afstand van 400 meter niet gezond genoeg was. En daarom hebben ze dat nu op 1 kilometer gezet. En de Duitsers hebben het allemaal onderzocht. Hebben al jarenlang ervaring hierin. Dus wij volgen dat gewoon, klopt. Dus 1 kilometer van woningen en woongebied. Dan B. Ik wacht even, te wachten tot u klaar was. Meneer Veldman heeft een vraag over A, denk ik. Meneer Veldman, gaat u het woord. Ja, dank u wel. Ja, of Duitsland nou, dat we ons moeten spiegelen aan Duitsland. Dat is onlangs in een bepaald gebied zijn alle windmolens stilgezet omdat er giftige gassen vrij kwamen. Dus of dat nou een voorloper is. Maar de Nederlandse Vereniging van Omwonende Windturbines, die hanteert een afstand van 2 kilometer. Die vindt dat een veilige afstand. En inmiddels zijn er al rechtelijke uitspraken geweest over planschade. Bijvoorbeeld in Leeuwarden is er een uitspraak geweest. Daar staan windmolens op 800 meter van huizen. En die mensen mogen de WOZ-waarde met 43% verminderen. En in Zwolle staan windmolens binnen 1 kilometer en dat is de WOZ-waarde aangepast met 15%. En er zijn zelfs afspraken of uitspraken, gerechtelijke uitspraken, waarbij mensen 51% op hun WOZ-waarde mogen afboeken. En er is een gemeente, de gemeente A. en Hunze, en die werkt zelfs met een aftrek windmolens. Mensen mogen een bepaald bedrag aftrekken. Bent u dan niet bang dat dat hier ook plaats gaat vinden? De WOZ is met 25% verhoogd. Dat dat best een aardige kostenpost kan gaan betekenen voor de opbrengst van de WOZ. Deelt u die zorg? Meneer Elsie, gaan u het woord? Ja, voorzitter, ik deel die zorg niet. Ik ben ook niet zo snel bang trouwens. U noemde Duitsland voorloper. Ik heb helemaal niet gezegd dat Duitsland de voorloper is. Ik heb alleen maar gezegd dat daar een bewezen onderzoek is geweest waaruit blijkt dat 400 meter niet genoeg is. En dat 1 kilometer dat wel is. En dat haal ik aan. In Nederland is er geen onderzoek voor aardig. Duitsland heeft natuurlijk ook veel meer ervaring daarin. Dus die zullen het wel weten. Dat de branche niet blij is, want 40% van het aantal toegezegde windmolens worden daar ook niet geplaatst. Door die 1 kilometer. Dus het is bijna een halvering. Dus u snapt wel wat dat betekent voor de industrie, tenminste die bezig is met windenergie. Dan de planschade. Ja, ik heb Groningen en Drenthe gelezen, was 15%, maar op sommige percelen. Dat is natuurlijk allemaal heel individueel. Maar ook daar is het, u noemde al 800 meter, dat is niet de kilometer. Sommigen waren daar ook 300 meter. Dus ja, een kilometer is een, kijk, je kunt ook zeggen we doen 2 kilometer of 3. Maar dan volgens mij kun je dan nergens meer een windmolen of zonnepark neerzetten. Want dan is alles gewoon voorbij. Maar nogmaals, we hebben te dealen wat hier voor ligt. En wij proberen sturing te geven door in ieder geval die kilometer aan te houden. Mevrouw Uitslag heeft de vraag nu. Mevrouw Uitslag, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb ook even Wacht even, meneer Elsinga, wilt u even uw? Ja. Een verduidelijkende vraag voor de heer Elsinga via u, mevrouw de voorzitter. En het gaat even over punt B, over dat eigenaarschap. Nee, meneer Elsga heeft punt B nog niet gehad. Dus als u even wacht, dan gaat de heer Elsga eerst punt B pakken. Ja, ik probeer toch een enige orde hier aan te brengen. Heer Elsga eerst punt B en dan de vraag van mevrouw Uitslag. Misschien heeft u wel geen vraag als meneer Elsga een toelichting heeft gegeven. Meneer Elsga, nu het woord. Ik dacht al, voorzitter, de heer Veldman was net voor B volgens mij gaan inspreken. Dus, ja, B, dat is dus over die eigenaarschap van die zonneparken en windturbines, windmolenparken. Waarvan wij dus zeggen dat die zoveel mogelijk, het staat gewoon langs de autosnelwegen en autowegen uiteindelijk moet in die volgorde. Maar die eigenaarschap, wij vinden dat zoveel mogelijk bij de gemeente moet komen te liggen. Naar voorbeeld van zonnepark Oosterweilanden, met die verstanden dat we inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers kunnen deelnemen in een coöperatieve
vereniging of een andere vorm van aandeelhouderschap. Dat is de keuze die wij laten bij de rest en bij de wethouder, wat daarvan het meest haalbaar is. Hierdoor kunnen ook gelden dus terugvloeien naar de gemeenschap. Maar hiervoor moet wel het vastgestelde ruimtelijk beleidskader duurzame energie 2017-2023 aangepast worden. Ik zal de paginanummers niet noemen, maar daar staat in dat de bedrijven daarin de vrijheid hebben. En dat de gemeente eigenlijk nooit initiatiefnemer is. En dat willen wij graag veranderd zien, want dan moet je eerst dit wel veranderen voor het andere te kunnen doen. En dan C, intussen... Nou heeft mevrouw Uitslag weer aan de beurt. Mevrouw Uitslag heeft een vraag over punt B. Aan u het woord. Klopt inderdaad, dank u wel, voorzitter. Ja, dat gaat inderdaad over dat punt B, want u zegt wij vinden dat de gemeente eigenaarschap zou moeten hebben. En wat is de reden dat u dat vindt? Meneer Elsinga, aan u het woord. Omdat ik als GBT daarover gesproken heb, in die zin, wij het jammer vinden dat al het geld wat wij allemaal al mee betalen via onze energienota en allerlei andere belastingen die volgens mij nog gaan komen, dus, maar goed, dat is maar even afwachten. Als dat geld dan toch al in de pot wordt gestopt, dan heb ik het liever dat het hier terechtkomt bij de gemeente en dus bij onze inwoners en de verenigingen, noem maar wat, de voedselbank Manna's die dat zo willen, dat het kan dat die daarvoor in kunnen schrijven als aandeelhouderschap. Heb je 15 jaar lang, kun je een mooi bedrag binnenhalen. Dan dat het naar zo'n projectontwikkelaar gaat en die gewoon casht en geld verdient en een paar duizend euro aan de grondeigenaar geeft. En dat is het dan. Dan halen wij dat liever terug naar de gemeenschap. Nog een aanvullende vraag van mevrouw Uitslag. Aan u het woord. Ik worstel daar wat mee. Omdat we eigenlijk zeggen dat we een regiegemeente zijn. En eigenaarschap past daar wat mij betreft niet helemaal in thuis. Maar hoe zou u het zien als het een adviserende rol en een ondersteunende rol zou zijn van de gemeente? Hoe ziet u dat? Meneer Elsinga, aan u het woord. Ach, voorzitter, het zou best zo kunnen zijn dat vanwege grondeigenaarschap dat de gemeente dat helemaal niet kan. Ja, dat kan. Dan ben je afhankelijk van die eigenaar. En als je dan een ondersteunende of adviserende rol kunt aannemen, ja, dat mag dat. Vinden we geen probleem. In eerste instantie gaan we wel voor... Het geldt zoveel mogelijk dan ook maar aan de Twenterand halen, dat onze inwoners daarvan kunnen profiteren. Nog een laatste vraag, mevrouw Uitslag. Ja, ten aanzien van de motie zou ik dan willen vragen, meneer Elsinga, of u dan eventueel ook de motie daarop zou kunnen aanpassen om dat mee te nemen. Dat zou voor ons wat een en ander helderder maken. Nee, ja, ik zou dat moeten vragen binnen onze fractie en de mede-indieners. Ik weet niet of dat een probleem is. Dat weet ik niet. Dat zou eens extra kunnen doen. Dat kan. De heer Kobus heeft de vraag nu voor u naar C gaat. Ja, over hetzelfde onderwerp, dat eigenaarschap. Hè. U stelt voor om dat coöperatief te doen met verenigingen en dergelijke. Dat wordt in onze mening wel wat erg ingewikkeld. Zou het ook bijvoorbeeld een BV kunnen zijn waarvan de vernoten de 14, 20 gemeenten zijn? Voorzitter, ik wil voorkomen dat het naar anderen gaat. Ik wil hebben dat het teruggaat naar onze inwoners. En onze verenigingen en onze ondernemers, dorpsraden, weet ik allemaal wat. Wij willen niet dat het geld wegvloeit. Het kost allemaal veel geld. Dus zoveel mogelijk terughalen waar kan. En een coöperatieve vereniging, wij noemen dat als voorbeeld. Daar kun je lid van worden. Op een andere manier van aandeelhouderschap. De vraag is ook... Tenminste, als ik de bijdrage van de wethouder het vorige keer goed heb geluisterd, sommigen die gaan al ergens 7 windmolens plaatsen in hun gemeente. Die aanvragen liggen er al. Dat is ook al door Enexis verteld. Dus misschien gaan die al niet meedoen. Dus dat alle 13 gemeenten gaan meedoen, dat is nog maar de vraag. Nog een aanvullende vraag, meneer Kobus. Nou ja, ik vraag dat omdat u ook stelt dat het meer zinvol, en daar ben ik met u eens, is om bijvoorbeeld in een windmolenpark, als die dan toch moet komen, dat te centreren namens alle gemeenten. Maar als je dat in een bepaalde gemeente, het zal dan in een bepaalde gemeente terechtkomen, maar daar moeten dan wel alle andere gemeenten van kunnen profiteren. Daarom stel ik voor om een soort BV met 14 gemeenten te doen. Of in ieder geval met de deelnemende gemeente. Ja, als dat echt nodig is en we kunnen het op een andere manier geld niet naar ons toe halen, dan moet dat maar. Maar die creativiteit laat ik graag bij de wethouder en het college. Aan de andere kant is het ingewikkeld, zou kunnen. Maar goed, we hebben net ook al gehoord dat we 5 tot 10 jaar de tijd hebben om het te regelen. Want er is gewoon geen ruimte. Dus in die zin hebben we tijd genoeg. En hoewel het raar klinkt, want het wordt er eigenlijk heel erg doorgedrukt, leek het allemaal wel. Maar in die zin is er wel tijd genoeg om constructies te bedenken hoe je dat op een goede manier kunt doen. Maar nogmaals, ons doel is wel met deze motie om zoveel mogelijk dat geld hier naartoe te halen.
En het zou best eens kunnen dat het niet kan, dan vernemen we dat vanzelf wel. Zeer voorzitter, ik ga nog even verder. Ik hoop dat iedereen het nog kan volgen. Dat gaat over een onderzoek te starten naar de realisatie van waterstof in een smart grid omgeving nabij Zonnepark Oosterweilanden. Dit naar voorbeeld van de provincie Groningen. Moet ergens naartoe gaan via Google hoe dat daaruit ziet. Dat is hartstikke mooi. Dat doen ze samen met bedrijven. En ook daar mee te nemen hoeveel Europese subsidies hiervoor beschikbaar zijn. En dan omliggende bedrijven bij dit doel te betrekken met als doel koploper te worden in Overijssel. En wij zitten bijvoorbeeld te denken, de heer Smelt kan het nog veel beter uitleggen als ik, bedrijven als Bakkerij Holland, Esseus, Leemans, die hebben heel veel vrachtwagens. Misschien dat er een soort van tankstation komt voor brandstof, nou, dat soort dingen. Nou, die auto's, hè, die moeten straks allemaal vervangen worden. Ja, neem ze daarin mee, zou ik zeggen. Kunnen ze mooi dicht bij je tank aan de overkant van de straat. Dank u wel, de heer Veldmeijer. Heeft een vraag, meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in een van de constateringen lees ik in deze motie. Zonder opslag van zonne- en windenergie is er geen geslaagde energietransitie. En dan vraag ik me af, waar bent u dan mee bezig? U bent de motie aan het indienen, terwijl u weet, u schrijft het ook zelf, dat zonder opslag van zonne- en windenergie is er geen geslaagde energietransitie. Dus u dient de motie in voor iets wat niet gaat slagen. Dat vind ik vreemd. De Else gaan nu het woord. Voorzitter, het is allemaal niet vreemd, want Keulen en Parijs zijn ook niet bij een dag gebouwd. Daar zijn ze op dit moment allemaal mee bezig, met accu's en lithiumbatterijen. Nou, u kent het verhaal wel over lithium. Dat wordt op dit moment allemaal uitgezocht. Hoe kun je die opslag, hoe kun je dat regelen? Zelfs met wat zonneparken, hè. U zei de hele tijd van die kunnen die vervuilen, hè. Die kunnen niet gerecycled worden. Nou, inmiddels kan 96% van het materiaal van een zonnepark ook al gerecycled worden, zo snel gaat de ontwikkeling. Ja. Veldmeijer heeft een aanvullende vraag. Ja, voorzitter, blijf ik het toch raar vinden. Je gaat op dit moment een motie indienen en je zegt dat er eigenlijk geen sprake is van een geslaagde energietransitie. Want voordat die energie van windmolens en zonnepark wordt opgeslagen, dan zijn we nog, ja, misschien is het überhaupt niet mogelijk. En dat is toch vreemd dat je aan iets begint waarvan je bij voorbaat al zegt van ja, dat gaat niet slagen. Nee, dezelfde reactie als net, want eigenlijk is het dezelfde vraag. Er zijn ontwikkelingen, dat gaat gewoon door. Dus het liefst heb je 24 uur per dag opslag. En nu is het in ieder geval, als de zon schijnt, hoewel licht is, want het gaat om licht, niet alleen maar om de zon. En als de wind waait, dan heb je energie. Maar nogmaals, dit is, zoals we hier ook al aangeven, 5 tot 10 jaar, dat is tijd genoeg. Dus er zijn volop op universiteit Twente allerlei projecten op dit moment opgestart worden voor innovatie om dit mogelijk te maken. En tenslotte, voorzitter, dat vinden wij belangrijk, is elk jaar te monitoren hoe de diverse andere energiemaatregelen zich ontwikkelen en wat dit betekent voor de lokale en regionale maatregelen in de toekomst. Bijvoorbeeld de zonnepanelen, die hadden voorheen een rendement van 22%, tegenwoordig al 34%. Dus dat gaat heel erg hard en dat heeft consequenties als je steeds meer uit de zonnepaneel haalt. En je legt de zonnepark aan, dan heb je misschien een andere minder nodig. En dat geldt ook voor die andere energiemaatregelen. Nou, we hebben gezien in de rest, we gaan ook kijken naar aquathermie, geothermie, naar al dat soort dingen. Daar is, ook met waterstof, daar gaan ze allemaal mee aan de slag. Elektriciteit, elektrische laadpalen, weet ik allemaal wat. Dus dat gaat ook allemaal plaatsvinden. En ik neem gewoon aan, als je ook in die nota leest, dat wij daar gewoon van op de hoogte worden gehouden. En wij willen dat liefst 2 jaar en volgens mij staat het ook in die nota. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. En zoals u weet gaan we zometeen eerst over de amendement stemmen en dan daarna over de motie. U heeft natuurlijk een verbinding aangelegd, maar ik wil het wel heel duidelijk scheiden. De stemming over die 2 punten. En dan ga ik naar rechts kijken. Mevrouw Uitslag, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vanavond wordt ons gevraagd als raad de stadnotitie regionale energiestrategie Twente vast te stellen, dus een besluit te nemen. Een uitdaging die wij als gemeente hebben en dat realiseren we ons maar al te goed. Aan de ene kant hebben wij de energietransitieopgave en aan de andere kant willen we als CDA ook niet onze prachtige omgeving volpakken met zonnevelden. Onze cultuurgronden dienen we met de grootste zorgvuldigheid vanuit agrarisch en toeristisch perspectief te behandelen voor onze en toekomstige generaties.
Een realistische verdeling van zon en wind waarbij volle aandacht is voor participatie en draagvlak. Draagvlak uit zich ook door betrokkenheid. Initiatieven van onderop koesteren. Dit is niet alleen het zenden van informatie naar inwoners, maar in eenvoudige en toegankelijke taal inwoners bevragen en betrekken. Voorbeelden in Staphorst, Dalen en Noordoost-Twente geven al voldoende weer hoeveel weerstand er kan ontstaan. Dit moeten we aan de voorkant oppakken, niet gaandeweg het proces. Het CDA wil aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit, geen verrommeling van het landschap, maar op geclusterde wijze. Een striktere toepassing van de huidige zonneladder om de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van onze agrarische gronden te beschermen. Het CDA maakt zich hierover zorgen. Ook al omdat blijkens onderzoek van de Stentor in de rest van Overijssel eveneens sprake is van al veel aanvragen. We zouden dit graag zo spoedig mogelijk verankerd willen zien in een omgevingsvisie. In de notities is niets terug te vinden van het uitgangspunt voor een striktere toepassing van de zonneladder. Het is nu het moment om alert te zijn en vast te leggen in welke kaders wij dit gaan doen. Oplossing voor de overbelasting van het energienetwerk. Hier moeten we nu mee aan de slag, anders hebben we een grote hoeveelheid nieuwe energie die we niet kwijt kunnen. Opslag van energie is echt van belang. Hoe gaan we dit dan doen? Nu ons net overbelast is. De wethouder sprak in het debat over het vluchtstrook in het netbeheer. 10% reservecapaciteit zou ingezet kunnen worden. Hoe staat het hiermee? Is dit nu zeker? Kan de wethouder hier al meer concrete informatie over geven? En dan de afstemming van de energiestrategie, ik struikel over de woorden, met andere regio's. De uitvoeringsplannen hoeven wat ons betreft niet per se in hetzelfde regioverband als de energiestrategie tot realisatie te komen. Met name daar waar het voor de hand ligt om op basis van de ruimtelijke en of economische samenhang in de uitvoering de verbinding te leggen met andere regio's, kan het de voorkeur hebben om de opgave vanuit de energiestrategie in een andere regionale samenwerkingsverband tot stand te brengen. Bovendien vinden wij het van belang dat tijdens de ontwikkeling van de strategie afstemming plaatsvindt met de aangrenzende regio's. Denkend aan West-Overijssel, Drenthe, Achterhoek. En ook sluiten we regioverbanden niet uit. En wat zou het mooi zijn wanneer we bij onze Duitse buren zouden kunnen aanhaken, gebruik maken van de windmolens die er al zijn. Worden hier gesprekken over gevoerd? Vragen we aan de wethouder. Of is dit niet aan de orde? En als laatste de politieke afstemming. De afgelopen week hebben wij afstemming gezocht met zowel de andere CDA-fracties als met onze Statenfractie. Om tot een goede afweging te kunnen komen. Dit heeft geresulteerd in een motie. Vandaar dat die motie ook wat laat was, zeg ik even tegen de collega-raadsleden. En die zouden wij bij deze willen indienen. Hij wordt mede ingediend door de fractie van de SGP en de VVD. Zal ik alleen het verzoek voorlezen? Als u het verzoek aan het college wil voorlezen, graag. Ja. Dank u. Verzoekt het college ook voor andersoortige energietechnieken gezamenlijk met de overige Twentse gemeenten en aansluitend op de inspanningen van de provincie Overijssel de mogelijkheden gelijktijdig in kaart te brengen en te stimuleren? En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Ik ga ervan uit dat hij voldoende ondertekend is. Maakt hij onderdeel uit van de beraadslagingen, net zoals het ingediende amendement en de andere motie. Dan kijk ik naar de ChristenUnie. Heer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, een debat overdoen in de raadsvergadering is niet de bedoeling. Hier maken we gebruik van besluiten en we doen voorstellen om dat te beïnvloeden. Dus daarom even terug naar het debat van de vorige keer, waarin wij als ChristenUnie een aantal piketpalen hebben gezegd, waarin de startmotor en het procesleidend waren, dat we graag wilden dat we van onderaf ook initiatieven zouden ondersteunen.
We hebben in samenwerking met onze coalitiepartner input opgeleverd. U heeft net de indiening daarvan gehoord, dat ga ik niet herhalen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om even naar aanleiding van het debat een brug te maken naar de opportunities die er zijn. Net werd er al even stilgestaan bij opslagcapaciteit in een batterij voor een bestaande situatie, dan wel woning, dan wel bedrijf. Ik kan u vertellen, soms kun je het gewoon niet bijhouden. Als je alleen naar kijkt wat Elon Musk met zijn techniek kan en dat ook gevalideerd krijgt, dan zou je morgen een kwalitatief goede batterij in huis kunnen hebben waarin je eigen zonne-energie zou kunnen opslaan en dat ook zelf zou kunnen gebruiken, waar het niet dat de wet en regelgeving daarin nog niet van toepassing is. Maar technisch is dat al mogelijk. Maar er komt een voorstel achteraan waarin het mogelijk gemaakt moet worden. En daar hebben wij hier geen invloed op. Het benoemen als zijn een kans of een opportunity wil ik graag onderstrepen. Die is er en het is er nu al. Dat geldt ook voor waterstof. Ik heb daar de vorige keer heel nadrukkelijk bij aangegeven van college en ik wil dat toch opnieuw markeren. College, kijk nou eens wat er gebeurt in het noorden van Nederland. En ik heb u ook geduid dat de contouren van onze gemeente prima passen bij datgene wat je geografisch kunt duiden als het ons uitkomt. Bij een noordelijke corridor als het gaat om de waterstofomstandigheden. U sprak zelf, wethouder, over smart grid. En ik heb u ook van informatie voorzien nadien om te kijken of we daar kansen voor kunnen hebben. Het mooie is als we waterstof in Twenterand kunnen koppelen aan Zonnepark Oosterweilanden en je kijkt naar de problematiek rondom stikstof nu, waarin bouwers en boeren compensatie moeten aangeven, waarin onlangs een publicatie geweest is van een prachtig bedrijf in Enschede die uit houtsnippers good fuels wil maken, maar daar maar een beperkte capaciteit voor heeft en daar nog jaren over gaat doen, dan is waterstof een perfecte oplossing. Als je kijkt over de regionale energiestrategie, waar u als college wat ons betreft vol op zou moeten inzetten voor onze eigen gemeenschap. En ik hoop ook dat u dat straks wilt bevestigen, want daar zit de kans omdat het zonnepark eenmaal van onszelf is. Dus ik zou graag een win-win situatie met u willen afdelen als het gaat om de inhoud van de motie. U ziet dat de heer Veldmeijer staat erop. Ja, ik wacht op het bepalen. Dan zeg ik er nu een punt. Meneer Veldmeijer, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag van mijn collega willen weten welke wet en regelgeving houdt de productie van grote batterijen tegen. Nou, de productie niet, want iedere ondernemer mag net zoveel batterijen maken als hij wil en zijn hele opslag daarmee volleggen. We krijgen het in de woningwet niet voor elkaar op dit moment om het in de woning toegepast te krijgen. En daar zal ook wel een lobby van de netwerkbeheerder achter zitten, de toeleverancier van. Dus op dit moment is het gewoon niet mogelijk om dat te doen. U mag het gewoon niet zelf opslaan en voor uw productie gebruiken. Dus daar moet men in Den Haag nog een aantal dingen voor doen. Om het mogelijk te maken. En dat zit binnen de woningwet. Meneer Veldmeijer, nu het woord. Ja, volgens mij, voorzitter, zijn er wel degelijk batterijen voor thuisgebruik voorradig. Maar die zijn A, niet te betalen. En B, gigantisch groot. Waardoor het eigenlijk niet geschikt is voor een woning. Maar dat is de informatie die ik heb. Ja, meneer Smelter, die het voorzitter, woord. In zekere zin klopt dat hoor. Er zijn inderdaad batterijen die groot zijn, maar het grootste probleem is, we mogen het niet op grote schaal overal toepassen. En daar lopen we op dit moment tegenaan. Ik wil het alleen maar aangeven als aanvulling op een vraag van u in het debat en wat de kennis die ik daarvan heb om dat met u te delen. U hoeft er verder niets mee te doen. Het is wat dat betreft een onderschrijving van hetgeen u aan de heer Elsinga vroeg. Voorzitter, ik rond het debat af. Ik hoop dat de wethouder wil anticiperen op de win-win situatie die ik haar voorleg via u. En daarmee wil ik het daar wil ik graag weer laten. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Jonker. Als hij het wil. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik sta hier wat met gemengde voelens in dit debat. Want welk signaal moeten wij vanavond afgeven? We gaan het debat niet overdoen, maar welke invloed hebben wij als raad? Ik zit eigenlijk een beetje te kijken naar een fake participatie. Wat voor rol hebben wij als raad? Wij kunnen de resten niet aanpassen, wij zouden dat heel graag willen, maar het kan niet.
Maar dat geldt denk ik ook voor de wethouder, die ook participeert in zo'n werkgroep of daar aanwezig is namens college. He, dus dat hebben we ook in het debat al gevraagd, maar ja, dat is eigenlijk moeilijk om daarin bij te sturen. Dus welke rol hebben wij hier als raad, maar ook als college? Maar wat nog belangrijker is, het wordt van bovenaf, komt het naar ons toe. De provincie die zit er naar te kijken en die zegt van mooi, laat de voorstellen van onderop maar komen. Dus dat gebeurt dan ook. Maar ja, welke participatie, wat is de rol, wat is de invloed uiteindelijk van de burgers en van de ondernemers? Dus welk signaal moeten we afgeven? Dus de heer Elsinga heeft hier net een motie ingediend. Ik kan daar tweeledig naar kijken. Je kunt twee dingen doen. Je kunt zeggen van nee, kop in het zand. We zitten gewoon in de democratie, we zitten in die werkelijkheid. En twee, een sterk signaal afgeven van wat kunnen wij dan nog? Als raad ook duidelijkheid geven richting onze inwoners. Ik denk dat we daar ook verantwoordelijk voor zijn. En als ik die motie bekijk, heb ik daar mijn steun al voor afgegeven vooraf aan de heer Elsinga. Ik vind alleen wel een puntje bij het verzoek B, het eigenaarschap, naar het voorbeeld Zonnepark Oosterweilanden. Nou ja, goed, dat kan er wat mij betreft wel uit. Maar het gaat erom, daar heb ik de heer Elsinga net ook horen zeggen, het doel. He, van het is voor ons als inwoners. Het gaat om het rendement wat naar de gemeenschap gaat. En dat onderschrijf ik volledig. Kijk, en als we allemaal ingewikkelde instructies gaan bedenken, nou goed, daar kan misschien de wethouder ook nog op ingaan. Maar je hoort best wel eens van mensen die zelf geen zonnepanelen op het dak willen hebben, omdat ze het gewoon oerlelijk vinden. Maar wel bijvoorbeeld zonnepanelen willen adopteren. Ja, en zodanig ook een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Daar is ook niks op tegen. Dus, voorzitter, ik wil graag dus een reactie op het abonnement, dat gaat u vanzelf doen. Welk signaal geven wij af? Moeten wij, we gaan ook naar Den Haag voor extra geld voor ons sociaal domein. Maar misschien moeten we als 14 gemeenten wel zeggen van, we beginnen hier niet aan, niet op deze manier. En ik weet ook hoe de democratie werkt, ja. Maar ik ben bang dat we op deze manier, en dat ligt niet aan het college, ligt niet aan ons als raad, maar het wordt ons voorgeschoteld. En welk signaal geven we daarmee af? En dan, wil ik graag het antwoord nog van de wethouder op hebben. En ja, misschien moeten we wel tandenknarsend instemmen met het abonnement en met de motie in feite ook, want het is niet anders. Ik dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, dat klinkt als een overgave, zeg ik tegen de SGP. Nou, wij zullen ons niet meer overgeven. Voorzitter, een van de grootste dwalingen wat ons betreft van deze eeuw is de huidige energietransitie. Een transitie die nul invloed heeft op het klimaat, maar wel enorm veel invloed heeft op de portemonnee van de burgers. En inmiddels kennen we 650.000 huishoudens die niet of nauwelijks de energierekening meer kunnen betalen. En in 2030 kan dit opgelopen zijn naar 1,5 miljoen huishoudens. Je praat dus over miljoenen huishoudens die straks wellicht in de kou zitten. En nu al zijn na de Belastingdienst de energiemaatschappijen de belangrijkste klanten van incassobureaus. En dit komt natuurlijk omdat 65% van de elektriciteitsnota bestaat uit energiebelasting, opslag duurzame energie, netwerkkosten en btw. En mensen betalen dus belasting, btw, over energiebelasting. Wie heeft het verzonnen? En we staan nog maar aan het begin, want u tekent straks gewoon bij het kruisje. En u drijft een, wij durven dat te zeggen, mensen gewoon de armoede in. Want de energietransitie die drijft inmiddels op subsidies. En deze moeten worden betaald, altijd. En altijd door de burgers. En we weten ook dat het net op slot zit en dat netwerkbedrijven inmiddels hebben aangegeven dat dit miljarden gaat kosten en dat deze rekening weer
bij de burgers, bij de inwoners wordt gelegd. En omdat de energierekening bij de inwoners wordt gelegd, omdat de energietransitie geen enkel effect heeft op het klimaat, omdat er geen draagvlak is voor windmolens en zonneparken, omdat ons landschap en onze omgeving vernietigd wordt door deze windmolens en zonneparken, omdat de aanwezigheid van windmolens zorgt voor waardedaling van huizen, omdat onvoldoende is onderzocht wat de invloed is van windmolens op de gezondheid van mensen en dieren, omdat windmolens en zonneparken zonder fossiele energie niet kunnen, omdat biomassa, toch 67% van de hernieuwbare energie in Overijssel, vervuilender is dan kolen en gas, omdat niet bekend is wat de invloed is van de mens op het klimaat, omdat ondanks miljarden het aandeel wind en zon mondiaal maar is toegenomen van 1-2%, omdat het netwerk op slot zit, omdat er allerlei klimaatleugens worden verteld en mensen bang worden gemaakt, omdat kinderen geïndoctrineerd worden in het linkse onderwijs, omdat klimaat- en milieuactivisten betaald worden om te protesteren, omdat er 95% minder slachtoffers in de wereld zijn als gevolg van overstromingen, orkanen en hitte dan een eeuw geleden, omdat wij CO2 afvangen en in kassen gebruiken voor betere tomaten en paprika's, omdat door CO2 de wereld veel groener is geworden, omdat er inmiddels 4 maal zoveel ijsberen zijn dan 15 jaar geleden, omdat er geen trend is naar meer of zwaardere stormen, vinden wij de huidige energietransitie onnodig, onzinnig en zelfs misdadig. Voorzitter, het is pure bangmakerij waar deze transitie op is gebaseerd. Leugen na leugen wordt de wereld ingeslingerd. En aan het hoofd van deze groene secte staat Frenske Timmermans, die honderden miljarden gemeenschapsgeld EU-landen wil dwingen om milieumaatregelen te nemen om uiteindelijk zijn ideaal van Europese superstaat te verwezenlijken. En u voelt, en we hebben het allemaal gehoord, ook tijdens de debatten, u voelt de dwang. En er komen straks, zo vertelde de wethouder, gewoon windmolens en veel meer zonneparken. 8 windmolens en 56 hectare met zonnepanelen. En GBT kan wel zeggen dat windmolens niet in het coalitieakkoord staan, maar ze komen er gewoon. Want u heeft niets te willen. U wordt straks gewoon overroeld door de provincie of anders door het Rijk. Meneer Elzig heeft een vraag. Meneer Elzig, gaat nu het woord. Ja, ik dacht, de heer Velmen is nog niet klaar. Ik was in het opzommen bezig. Dus, voorzitter, u zegt over het coalitieakkoord. Het verkiezingsprogramma van ons mag u er ook bij halen. Die geldt tot en met 2022. En tot die tijd, dat heeft u de wethouder vorige keer ook horen vertellen, komen er gewoon geen windmolens. Er komen nog geen zonneparken meer bij. Hebben geen zonneparken op landbouwgrond bijvoorbeeld geplaatst. Alleen maar op bedrijventerreinen of recreatiebestemmingen. Maar mijn vraag is, u kunt het allemaal wel noemen, hè? Maar wat nu? Dit ligt nu voor. U zegt eigenlijk, ik stem tegen. Ik ga niet met dat vaststellen akkoord. Hele riedeltje is allemaal bekend. En dan, wat gebeurt er dan met die windmolens? Wie is er dan de baas over Twenterand? U stelt mij aan u het woord. Ja, wat wij eigenlijk zouden moeten doen, want ik proef ook de overgave van de SGP. Moeten wij nu, ja, slik of stik is al genoemd. U stemt straks ook voor iets waar u eigenlijk tegen bent. En het wordt van bovenaf opgelegd. En wat we zouden moeten doen met een hele hoop gemeentes, net zoals de boeren doen, net zoals de bouwers doen, in verzet komen. Niet accepteren deze onzin. En dan wil ik wel eens zien hoe het Rijk reageert. Ja, ze gaan nu het woord. Dank u, voorzitter. Ja, in verzet komen worden vergeleken met boeren. U bent gewoon niet realistisch bezig. Er zijn maar 3 opties. Dat is ja tekenen bij een kruisje, ja onder voorwaarden, wat wij nu hier doen. Of je zegt nee, want nee is geen 0 windmolens, dat is nog steeds 8 windmolens. Of misschien worden er wel meer, omdat de provincie het vindt, of het Rijk het vindt, als de provincie niet goed doet, dan wordt het door het Rijk overgenomen. Dan zeggen we, nou weet je wat, we gaan er 12 doen en we gaan het daar in Den Ham doen we er een paar en in Kromsoel en dan doen we wat in Frieseveen. Nou, dan ben je toch mooi klaar, of niet? Wij zeggen nu gewoon, ga het dan, hè, het minst slechtste scenario, zoeken samenwerking met andere gemeenten en ga eens kijken langs de autosnelwegen. We hebben het toch hier over Twenterand? Kijk, ik snap wel dat het voor u lastig is. U zit in Twenterand en de provincie. Wij zijn de lokale partij van Twenterand. Wij kijken naar het beste van Twenterand is. En dit is een hele goede mogelijkheid wat hier nu voor ligt. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, ik heb geen vraag gehoord volgens mij. Vervolg ik het toch? Ja.
Voorzitter, wij doen niet mee met deze groene leugen. Wij houden onze rug recht en het verzet in de oorlog was ook niet groot, maar we blijven ons verzetten tegen deze waanzin. En de oplossing is heel simpel. Omarm gas, want gas is spotgoedkoop. En innoveer gewoon met waterstof, thorium en kernenergie. En we zullen vanavond weer partijen zien die flinke kritische noten plaatsen, maar bij de stemming gewoon voor zullen stemmen. U stemt eigenlijk voor iets waar u tegen bent. Waanzinnig, politiek 2020. En saillant is natuurlijk dat u straks allemaal voorstemt en niet weet waar deze zinloze exercitie gaat betekenen, wat deze zinloze exercitie gaat betekenen voor de portemonnee van de burger. U stemt straks voor, terwijl u niet weet wat voor invloed het heeft op het klimaat. Normaal stem je ergens voor omdat je het ergens mee eens bent. En je stemt tegen omdat je het ergens niet mee eens bent. Maar je gaat toch niet voorstemmen als je ergens het er niet mee eens bent. Dat is toch raar. Maar dit is wel de hedendaagse praktijk. En dit geeft wat ons betreft aan, voorzitter, hoe slecht het gesteld is met de democratische waarden van ons land. Wij verkopen onze principes en ziel in ieder geval niet. Dank u wel. Dank u wel, dan. De heer Kopers, aan u het woord. Wacht even, meneer Elsinga heeft nog een vraag. Meneer Kopers, even geduld. Meneer Elsinga, aan u het woord. Ja, voorzitter, toch van de heer Veldmeester zit erop en ik had in ieder geval dat hij klaar was. Maar hij heeft het over dat je op verschillende niveaus, dat het niet klopt, de democratie. Nou, nu zit u zelf, hè. U zegt zelf altijd, wij zijn een lokale partij, we hebben geen invloed in Zwolle en in Den Haag. Maar dat heeft u ook niet. U zit in Zwolle, u zit in Den Haag, u zat in Brussel. U hebt helemaal niet voor elkaar gekregen met wie dan ook om dit van tafel te krijgen. Wat heeft u dan gedaan om dit anders te maken? Samen met anderen. U heeft die invloed die u heeft, die u altijd zegt, die u hebt. Daarom vindt u lokaal niks. Wat heeft u nou voor elkaar gekregen om dit van tafel te... Helemaal niks. Wij zitten hier nu in Twenterand en dit is het. En hier moeten we het gewoon mee doen. Meneer Veldmeijer, nu het woord. Ja, voorzitter, de PVV die stelt, en we zijn wat dat betreft altijd voorlopers, we stellen al heel vroeg bepaalde problemen aan de orde. En je ziet met name in de verkiezingstijd, zie je bijvoorbeeld de VVD richting de PVV opschuiven. Je ziet het CDA richting de PVV opschuiven. Vorm van democratie is erbij gekomen. En hoe komt het? Omdat denk ik, mensen kunnen stemmen, die kiezen wat ons betreft op de verkeerde partijen. Dus ze moeten gewoon op de PVV gaan stemmen. En dan gaat dit verhaal gewoon niet door. Meneer Elsinga, aan u het woord. Ja, voorzitter, nu heeft de kiezer het gedaan. Ik hoop dat ze het allemaal horen, maar... ik vind het onvoorstelbaar, want nogmaals, u verwijt dat steeds ons, hè, links of rechts. Maar u hebt er dus zelf niet tegen kunnen houden met uw invloed met anderen. Stel, hè, we hebben straks over een jaar en drie maanden hebben we landelijke verkiezingen, misschien wel eerder. Dat weet je natuurlijk nooit. En u hebt een meerderheid met Forum voor Democratie en met de VVD en de CDA. Stel dat dat gaat gebeuren. Dan gaat u dit allemaal van tafel vegen. Dan krijgt u voor elkaar met z'n allen. Ja, dat is wel een enorme, voorzitter, een enorme uitdaging. En je ziet aan Trump, die kan dat ook zo doen. Dus waarom zouden wij dat niet kunnen doen? Het is een kwestie van gewoon de meerderheid behalen. En dan kunnen we dit ook van tafel vegen. En uit de EU stappen, dan wordt het nog makkelijker. Maar voorzitter, nog een laatste, tot slot, meneer Elsinga, nu het woord. De kwestie van meerderheid halen is er dus tot nu toe niet gelukt. En Trump, dat is een republiek. Hè? Dan heb je, is het wat makkelijker. Dan heb je dit één of twee en is het voor of tegen. Hier is het systematiek heel anders in Nederland als het gaat om het stemmen in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Want daar heeft u dan ook nog mee te maken. Want u kunt wel de verkiezingen winnen in de Tweede Kamer. Ik noem maar wat. Met dit scenario is in de Eerste Kamer bent u er nog niet. En dan gaat het nog sneuvelen. Laatste, meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter. Ik heb het al eerder gezegd in deze raadszaal, Harm Beertema, die zei het ooit in Trouw. Het gelijk komt altijd naar een stoel met een vertraging van een aantal jaren. Goed, dan sluit ik dit debat af. Dan ga ik naar de heer Kobus, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, we zullen het hele debat niet allemaal over gaan doen. Maar zoals wij tijdens die debatten ook al geconstateerd hebben, is de rest voor Twente en zeker voor individuele gemeenten niet haalbaar binnen de gestelde termijn. Dit ook al omdat er niet voldoende netcapaciteit is en de netbeheerder ook niet kan aangeven wanneer die capaciteit er dan wel voldoende is. Hier lopen we in Nederland geweldig achter.
Zeker voor Twenteland is deze beperking al van kracht en zit ons net vol. Wanneer we dan in Twente toch enigszins in de buurt van die doelstelling willen komen, kan dit alleen met gecentraliseerde parken van bijvoorbeeld windturbines. Zoals we de vorige keer dan ook al hebben aangegeven, zien wij niet hoe in onze gemeente zelfstandig een substantiële bijdrage aan de rest kan worden gerealiseerd. Als we dit gezamenlijk in verband in Twente kunnen realiseren, dan zijn er wellicht mogelijkheden. De VVD kan zich dan ook vinden in de moties die hier zijn ingediend. Daar hadden we nog wat vragen over, die zijn ondertussen wel beantwoord. In de moties wordt ook nog opgeroepen om toekomstige alternatieven te gaan onderzoeken. Daar zijn we ook zeer benieuwd naar natuurlijk, die ontwikkeling staat inderdaad niet stil. En we zijn eigenlijk wel benieuwd van het college of ze verwachten of die doelstellingen gehaald kunnen worden. Dank u wel. Dank u wel, dan de heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik had net even het gevoel dat ik in een Tweede Kamerdebat zat. En ik keek naar een debat tussen de minister van Energie in de toekomst, de heer Veldmeijer, en het Tweede Kamerlid. Toen dacht ik bij mezelf, dat lijkt me de ergste nachtmerrie die me te wachten staat. Dus ik hoop niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat meneer Veldmeijer wil weten wat die nachtmerrie is. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, een van de landen waar het heel goed gesteld is met de CO2-emissie is Frankrijk. En dat komt omdat 70% van de elektriciteit komt van kernenergie. En het zijn ook de collega's van de heer Reuske die lekker op vakantie gaan naar Frankrijk, wat is opgewekt door kernenergie. En dan hebben ze opeens geen bezwaren meer. Meneer Reuske, vervolg uw betoog. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben onze inbreng ook gehad bij het raadsdebat. Dat zal ik hier ook niet gaan herhalen. Er zijn klimaattafels. Daar ligt een opdracht aan het VNG. En de VNG heeft daar ja tegen gezegd met alle gemeenten. En daar is vervolgens een restplan uitgekomen. En daar zit ook een doelstelling bij. Een doelstelling die wij steunen. Dat heb ik ook al eerder gezegd. Een doelstelling waar wij vinden, er is wel wat aan de hand. En we moeten wel wat met elkaar. In dit geval gaat het hier om hernieuwbare energie en verduurzaming. We moeten daar met elkaar het gesprek over aangaan. En we moeten met elkaar daar ook oplossingen voor vinden. Wat voor ons daarbij belangrijke punten zijn, en dan gaat het om, hoe gaan we duurzaamheid met elkaar vormgeven? Welke middelen zetten we daarvoor in? Het gaat bij ons ook om draagkracht. Dat vinden wij een belangrijk element. En draagvlak. En dat draagvlak, dat is er naar onze mening zeker wel in de samenleving. Als je kijkt naar hoeveel mensen met zonne-energie aan de slag willen. Groot knelpunt daarbij is wel, kunnen we en hebben we voldoende capaciteit? En daar zou ik toch wel graag de wethouder over willen horen. Hoe gaan we dat met de partijen in de markt? En de ChristenUnie zei daar ook al wat over. Hoe gaan we dat realiseren? Want als we die doelen willen halen, zullen we daar vooral op moeten inzetten. Dat is ook de reden waarom wij de motie mede indienen om te gaan kijken, hoe kunnen we het plan wat er nu ligt verder ondersteunen en dat vertalen naar Twenteland? Want uiteindelijk gaat het om de regio en om Twenteland. Dus in die zin zullen wij de motie ondersteunen en zullen we ook de plannen van de rest ondersteunen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar wethouder van Appelmaar. Aan u het woord. Om namens het college te reageren. Voorzitter, dank. Leden van de raad, ook dank voor uw constructieve houding. En dan begin ik toch even bij de grootste fractie, bij de heer Elsinga van de GBT. Een aantal keren is inderdaad ook een verwijzing gemaakt naar uw verkiezingsprogramma en ook naar het coalitieprogramma. Maar u hebt met elkaar toch het lef gehad om 3 keuzes voor te leggen. En ondanks het feit dat u ook duidelijk uitstraalt dat u heel veel zaken nog niet goed geregeld ziet, hè, u geeft ook aan geen eenheid, onduidelijkheid voor inwoners, tijd en technologie niet afgestemd, maakt u toch heel helder dat er 3 keuzes zijn. En de eerste keuze is namelijk tegenstemmen. En ik ben
ook namens het college best heel content dat u daar niet voor kiest. Maar dat u ook daarin uw verantwoordelijkheid neemt. Sterker nog, u neemt niet alleen uw verantwoordelijkheid, u gaat ook, voor zover u dat kunt, ook mee aan het stuur zitten door kaders te stellen. En elk college zou zich een raad wensen die inderdaad het college ook kaders stelt, waarop het college vervolgens mee aan het werk kan gaan. Dus voorzitter, u begrijpt dat dit college best content is met zowel het amendement als de motie ingediend door GBT, CU en PvdA. Kom ik daar nog even inhoudelijk verder op terug. Ik denk dat het goed is om, voor zover er nog vragen gesteld zijn, om daar eerst even op in te gaan. Het eigenaarschap kwam nog even aan de orde, ingebracht door het CDA ook. Nou, ik denk dat het ook door GBT ook goed beantwoord is. Als je het hebt over het uitgangspunt, je wilt eigenlijk dat als je dan toch duurzame energie moet realiseren in je eigen gemeente, dat ook je eigen inwoners daar ook de revenuen van kunnen plukken. Want laat helder zijn, opwek van duurzame energie kost gewoon toch ruimte en heeft ook te maken met ruimtelijke kwaliteit. Het CDA legde daar ook al de vinger bij. Dat betekent dus dat je ook heel goed moet kijken hoe je zaken zo goed mogelijk kunt inpassen. Voorzitter, het CDA legt inderdaad ook al heel duidelijk de vraag bij die ruimtelijke kwaliteit. Zij vragen ook voor een strikte toepassing van de zonladder. Nou, het college is het daar helemaal mee eens. Sterker nog, het beleid wat wij hanteren past die zonladder ook toe. Wij hebben niet voor niks in ons beleidskader duurzame energie ook laten vastleggen dat wij tot 2023 dat er geen windenergie mogelijk is en dat zon op veld slechts tot 25 hectare is. Dat hebben wij niet voor niets gedaan, want wij vinden namelijk dat je eerst ook alle mogelijkheden moet gebruiken om ook daken vol te leggen. Tegelijkertijd zijn wij ook nuchter genoeg om te zien dat je het met daken alleen niet redt, maar dat je ook zon op land nodig hebt. En in afstemming met het beleid van de provincie hebben wij er ook voor gekozen om voor die 25 hectare te gaan. En zoals de vorige keer ook al uitgelegd, als wij dit beleid niet hadden gehad, dan hadden wij aanvragen voor 150 hectare gehad. Want op die orde van grootte zit dat wel. Onwenselijk. U vroeg nog over de vluchtstrook van het netbeheer. Hoe staat het ermee? Ik heb daar de vorige keer heb ik daar wat over uitgelegd. Het is namelijk zo dat de netbeheerder dat op dit moment officieel niet mag toepassen. Dat zij wachten op een algemene maatregel van bestuur die door de minister afgegeven moet worden. Dus wij hebben goede hoop dat dat binnen een aantal maanden gewoon gerealiseerd kan worden. Tot die tijd blijven wij heel nauw in overleg met Enexis, omdat wij ook weten dat zij die vluchtstrook in bepaalde gemeentes al wel kleinschalig toepassen. Dus onze vraag ook aan de netbeheerder is, waarom dan ook niet in Twenterand, wetende dat er al 40 ondernemers op dit moment een SDE-subsidie toegezegd hebben, maar niet kunnen plaatsen om zon op dak te doen. Dus wij blijven dat overleg met Enexis heel nauw zoeken. En zodra we daar stappen verder mee zijn, dan zullen wij u uiteraard ook op de hoogte stellen. Het CDA heeft ook een vraag gesteld over het samenwerken met andere RES-regio's, de afstemming en de mogelijk ook de regio. Nou, die samenwerking die is er zeker. U moet zich echter wel realiseren dat de opgave in de RES-regio zelf moet plaatsvinden. Hè? Dus, want anders zou je kunnen zeggen van nou, onze RES-regio die realiseert duurzame energie wel over de grens in Duitsland. Dat is niet de bedoeling. Iedere RES-regio moet zijn eigen broek ophouden, zoals dat dan zo populair heet.
Wat je wel kunt doen op het moment dat je aan de andere kant van de grens in Duitsland een concentratie van windenergie hebt, hoe logisch is het dan om het aan deze kant van de grens ook te doen? En ik kan u vertellen dat de gemeente Losser en de gemeente Haaksbergen daar zeker ook een voorstander van zijn. Dus die stellen dat uit zichzelf ook al voor. Fijn dat u afstemming met de andere CDA-fracties hebt gehad en ook uw provinciale statenfractie, en dat ertoe leidt om ook een motie in te dienen. Dus als ik even naar uw motie kijk, die doet een aantal constateringen en een aantal overwegingen. En u verzoekt eigenlijk om andersoortige energietechnieken gezamenlijk met de overige Twentse gemeentes en aansluitend op de inspanning van de provincie Overijssel gelijktijdig in kaart te brengen en te stimuleren. Het is een hele ruime motie. Wat dat betreft denk ik dat u het beleid ook ondersteunt. Dat die ook een ondersteuning is van hetgeen in de res ook al gezegd wordt. Dus ik zou willen zeggen, oordeel aan de raad. Voorzitter, ik kijk even of er nog andere punten zijn. De ChristenUnie die vraagt ook heel nadrukkelijk om waterstof te koppelen aan het zonnepark. Win-win situatie. En u wilt hem ook heel duidelijk koppelen aan de inhoud van de motie. Ik denk dat dat een hele goede zaak is. Op het moment dat u middels deze motie een opdracht aan het college geeft, dan gaan wij daar zeker mee aan de gang. Sterker nog, het zonnepark wat wij hebben biedt ook een uitgelezen kans om dat te doen. En u schetst ook al in samenhang met een aantal ondernemers die zich daar in datzelfde gebied bevinden. Dus het lijken me hele mooie kansen om dat te gaan oppakken. En ik zou u daar zelfs ook de suggestie bij willen geven, want wij hebben nog met elkaar te spreken over het duurzaamheidsfonds, wat beschikbaar komt vanuit de revenuen van het zonnepark. Dus ik wil u ook meegeven, denkt u ook eens na of u dat duurzaamheidsfonds ook juist voor dit soort innovaties zou willen inzetten op het moment dat wij in deze raad daar verder over gaan spreken. Voorzitter, de SGP die stelt vooral een heleboel vragen welke invloed wij hebben als raad, welke invloed wij hebben als burgers. Ik zou u daar het volgende op willen zeggen. Gemeentes zijn nou een keer decentrale overheden. Dat betekent dat wij heel veel beleid niet zelf maken, maar wel mede uitvoerder zijn van dat beleid. Wij hebben dat ook gemerkt dat we dat bij de WMO moeten doen. We moeten dat bij de jeugdzorg doen. We doen dat bij de participatiewet. En we doen dat inderdaad ook bij de regionale energiestrategieën. Welke invloed heb je dan? Ik denk dat de grootste fractie van deze raad dat heel goed begrepen heeft, dat je met kaderstelling daar best een stuk invloed op kunt uitoefenen. Ten aanzien van de bijdrage van de PVV zijn een paar elementen die ik daar even uit zou willen halen. U legt terecht ook, en dat doet u vaker, u bent daar heel constructief in, de vinger bij 650.000 huishoudens in Nederland die moeite hebben om de energierekening te betalen. Dat is inderdaad een zorg. Dat is ook een zorg van deze wethouder. En dat betekent ook dat wat mij betreft en wat dit college betreft, wij daar ook volop gaan inzetten om onze inwoners daar zoveel mogelijk in te ontzien. Terecht zegt u ook 65% van de energierekening bestaat uit belasting. Ik wil u daarin meegeven, alles wat je zelf opwekt, dus wat je niet gebruikt, betaal je ook geen belasting over. Meneer Veldmeijer heeft een vraag nu. Meneer Veldmeijer, nu het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de tarieven worden niet door de gemeente bepaald, door de netwerkbedrijven en door het Rijk. Gas is spotgoedkoop, maar wordt door die belastingen ontzettend duur gemaakt, waardoor mensen gedwongen worden om andere keuzes te maken. Wat ons betreft onnodig. Maar hoe houdt u de energierekening betaalbaar voor de inwoners van Twente-Rand? Heeft u daar een bepaald idee bij? Heeft u daar al over nagedacht? Wethouder, aan u het woord. Zeker, voorzitter, denkt het college en deze wethouder daarover na. Ik gaf u net ook al even aan, alles wat je zelf opwekt en alles wat je niet verbruikt, daar hoef je ook geen belasting over te betalen. Dat betekent dus dat wij onze inwoners
ook voor zover ze dat zelf niet kunnen, moeten helpen in het opwekken van duurzame energie. En dat wij ze ook moeten helpen in het verduurzaming van hun woning. En terecht ook dat deze raad ook bij de raadsinfo over de regionale energiestrategie ook Mayande uitgenodigd heeft om haar visie te geven hoe zij bezig gaat met de verduurzaming van de woningbouwvoorraad. Want zoals u weet zijn onze financieel kwetsbare inwoners wonen vaak in huurhuizen. Dus ik denk dat Mayande daar ook een uitstekende partner voor is om daar verder beleid op te ontwikkelen. Aanvullende vraag, meneer Veldmeijer. Ja, voorzitter, ik hoorde de wethouder dus zeggen, alles wat men zelf opwekt, hoeft men niet te betalen. En dat is maar 35% van de energienood. En ik ben met u eens, op het moment dat je minder verbruikt, wordt de BTW natuurlijk ook minder. Maar die netwerkkosten en die ODE zal wel wat minder worden en die energiebelastingen wellicht. Maar dat is voor u de sleutel, dat is voor de wethouder via u, voorzitter, de sleutel om de energierekening betaalbaar te houden voor mensen. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dat is waar wij in de gemeente invloed op hebben. Vervolg uw betoog. Voorzitter, ik heb de PVV nog wat horen zeggen over innoveer met waterstof. Dat is ook waar met name de CU ook op zit. Dus ik denk dat dat een heel goed punt is, wat ook in de motie ook wordt aangegeven. En het laatste wat ik eigenlijk nog zou willen aangeven, dat was wat de VVD eigenlijk meekwam, niet voldoende capaciteit op het net. Dat is zonder meer op dit moment best een zorgpunt. Maar u hebt in de raadsinfores hebt u ook Enexis gehoord, die eigenlijk ook tegen onze gemeente zegt van op het moment dat wij weten dat u wilt gaan voor grootschalige opwek van duurzame energie, dan kunnen wij u ook faciliteren. Op het moment dat deze gemeente zou zeggen wij doen niks, dan garandeer ik u dat wij achteraan het lijstje van de netbeheerder staan om ook capaciteit aan te passen. Dus op het moment dat u proactief bent in deze raad, betekent het ook dat de netbeheerder de gemeente sneller zal tegemoetkomen. Voorzitter, dan richting het amendement. Nou, ik heb er eigenlijk al kort iets over gezegd. Het is eigenlijk een aanvulling op de startnota regionale energiestrategie. Dus hij vervangt de startnota niet. Dat zou ook lastig zijn, maar hij vult hem aan. Met name ook voor datgene wat van belang is voor onze inwoners. Communicatie, participatie, maar ook eigenaarschap en budget voor communicatie. Dus ja, het college staat hier buitengewoon sympathiek tegenover. Ik denk dat het een goed amendement is. En ten aanzien van de motie ingediend door GBT. Het college denkt dat dit ook een hele goede aanvulling is, juist op die proactieve houding die deze raad ook wil innemen. Dus het college staat hier ook zeer sympathiek tegenover. En ook deze oordeel raad. Dank u wel. Ik dacht mevrouw Uitslag die stond daar te wachten of die een vraag nu heeft. Mevrouw Uitslag, nu het woord. Ja, ik denk, ik wacht even tot de wethouder klaar is met haar beantwoording. Het kan zijn dat ik het gemist heb, maar ik had nog even een vraag over de vraag die wij hebben gesteld over het verankeren van die zonneladder in de omgevingswet. U heeft inderdaad gezegd, het staat in het beleid en dergelijke. Maar ik had ook de vraag gesteld over de omgevingswet, of daar ook iets weer gedaan kan worden. Voorzitter, daar kan ik kort over zijn. Alles wat in ons huidige beleid staat, wordt in principe ook overgenomen in de omgevingsvisie waar wij als gemeente ook mee aan de gang gaan. Dus dat lijkt me heel correct. Neemt overigens niet weg dat ons beleid tot 2023 duurt. Dus dat betekent ook dat we daar de komende jaren ook mee aan de gang moeten van wat is er nog verder nodig. Maar dat is denk ik logisch. Dank u wel. Dan heeft de heer Elsegaard nog een vraag nu. De heer Elsegaard, nu het woord. Ja, voorzitter, ik heb even nog een vraag aan de wethouder over dat wat mevrouw Uitslag aan ons vroeg. In die motie of de overweging bij de eigenaarschap, advies en ondersteuning, of dat er ook bij komt. We vragen eigenlijk aan u, heeft dat beter inzicht op. Nou, is dat een waardevolle toevoeging? Maar dan willen wij het gerust in opnemen. En ik weet niet of de andere partijen, de meerderheden, daar ook zo tegenaan kijken. Anders moeten we daar even kort over overleggen. Of zegt u van, nou ja, als dat niet gebeurt, dan is dat een logisch gevolg? Wethouder, aan u het woord.
Voorzitter, ik denk dat het zoals het in het amendement en de motie verwoord staat, dat het gewoon heel goed is. Ik denk juist dat een eigenaarschap, wat je dus voor duurzame opwek realiseert, dat het juist ook heel sterk is. En op het moment dat je het hebt over alleen faciliteren, dan ben je zelf niet aan zet. Dus ik zou niet willen voorstellen om dat aan te passen, maar uiteraard gaat u er zelf over. Ja. Dan, voordat ik de tweede termijn geef, nog even de vraag aan het CDA. Namens wie u de motie indient, want er staan alle logo's op en dat is de afspraak om dat niet meer te doen. Namens wie dient u uw motie in? SGP, CDA en VVD. En de andere niet, want anders komt er verwarring omdat daar wel de logo's boven de motie staan. Dus even vandaar mijn vraag. Goed, dan ga ik kijken of er een tweede termijn door u gevraagd wordt. Ja, de heer Elsega begint. Aan u het woord. Ja, voorzitter, bedankt. Ook de wethouder bedankt voor de reactie. Het viel ons ontzettend mee. We hadden zoiets van, we moeten nog zien hoe het af gaat lopen met vooral het amendement. De motie zagen we nog wel, kon niet zoveel kwaad eigenlijk. Maar het amendement is vaak zwaarder wegen dan een motie, zo is het gewoon eenmaal. En daarom is ook die koppeling die wij hebben aangebracht eraan. Ja, voorzitter, het is duidelijk dat voor ons gemeente Belangen Twenterland heel belangrijk was dat nee geen optie was. Want wij willen niet door de provincie, al gaat het om geld of om dit, niet overroeld worden en dat zij aan het stuur zijn. Wij willen dat gewoon toch zelf zijn. En dat is gewoon de allerbeste optie. Nee is geen nul windmolens, ook geen acht, maar misschien wel veel meer. En dat willen we helemaal niet en we willen het ook nog een beetje kunnen bepalen waar. En wij gaan er gewoon vanuit dat de wethouder zich 100% gaat inzetten voor wat er staat. Om eerst langs de autosnelwegen te kijken en of dat, hoeveel meters dat gaat. Ik heb geen idee. Dat zal best wel in beeld gebracht kunnen worden in dat RS-overleg, want er lopen nogal wat autosnelwegen er zo doorheen. Even over opslag. Hè. Werd net even aangehaald door de PVV zonder, was er nou weer, nou, geen geslaagde energie zonder opslag. Nou, we hebben natuurlijk wel van de waterstof erin zitten en dat is natuurlijk opslag. Dus en zo zie je maar dat die ontwikkeling heel erg snel gaat. Dan even dus over het voorstel, de overweging die het CDA meegaf, die motie. Nou, we hebben net het antwoord van de wethouder gehoord. Die zegt eigenlijk van, nee, doe het maar zo zoals we nu hebben gedaan. Want anders ben je facilitairen, ben je niet zelf aan zet. En wij willen inderdaad graag heel graag zelf aan zet zijn. En zo hebben we het ook besproken met de partijen die het hier mede ingediend hebben. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en ook de SGP. Dus dat willen we graag zo houden. En daarnaast is uw verzoek die u doet, hè, u zegt eigenlijk andersoortige energietechnieken, die wordt eigenlijk ook teniet gedaan door onze motie. Want de laatste alinea, laat maar zeggen de derde alinea van boven op de tweede pagina bij de motie, daar staat elk jaar te monitoren hoe de diverse andere energiemaatregelen zich ontwikkelen en wat dat betekent voor die lokale en regionale maatregelen in de toekomst. Dat zijn dus, hè, wat u hier noemt, andersoorten energietechnieken, dat valt daaronder dus. In diepe zin is het ondervangen in onze motie. Dus kunnen wij, of hoeven wij, de motie dan ook niet te ondersteunen, want dan is die overbodig. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar mevrouw Uitslag. Aan u het woord. Ja, voorzitter. Dank u wel. Ja, ook even over de motie van de GBT en ChristenUnie. Ik heb in de eerste termijn al uitgelegd waarom het voor ons wel belangrijk is om juist die verandering in die motie op te nemen. Denk ik dat de herhaling van zetten noodzakelijk is. Even kort, eigenaarschap vinden wij echt wel wat anders dan adviserende rol en ondersteunend. En het heeft ook met name te maken over de risico's die je dan draagt. Dus dat is een reden om inderdaad uw motie niet te steunen. Dan het amendement. Ik denk dat het goed is dat ik daar ook even wat over zeg. Daar kunt u ons wel aan uw zijde
krijgen. En wij vinden dat ook prima om deze te steunen. En als laatste onze eigen motie. De heer Elsega noemde net van, ja, eigenlijk zit het al in onze motie verweven. Maar ik denk dat die van ons toch iets breder gaat. De andersoortige energietechnieken, daar hebben we elkaar gevonden. Alleen wij vragen nog extra inspanningen van ons college, van ons, van onze gemeenten, eigenlijk alle gemeenten, om die inspanning ook met de provincie te delen en dat ook te stimuleren en in kaart te brengen. Dus ik denk dat die daarin wat breder is. Dus vandaar toch de oproep om daar nog even naar te kijken, naar de andere fracties. Dank u wel. Heeft de heer Jonker een vraag? Nee, het woord, meneer Jonker. Voorzitter, dank u wel. Toch nog even richting het CDA. Een motie is niet zo zwaarwegend. Kijk, het woord eigenaarschap kun je tweeledig uitleggen. Juridisch, maar ook beleidsmatig. En daar vind ik ook wel wat van. Maar de motie is wel heel scherp gesteld ten aanzien van wat u eigenlijk wel wil. Is dat daarmee de reden echt dat je de rest van tafel veert? Want het is in feite meer dan je hiermee kunt bereiken, omdat dat ook de link geeft naar het amendement die u wel steunt. 100% gaat voor de motie voor gordelmaatregel en rest 20 gemeente Twenterand. Mevrouw Uitslag, en nu het woord. Het klopt wat de heer Jonker zegt, alleen wij staan daar denk ik toch wel wat strakker in. Het gaat ons voornamelijk om die risico's die daaraan gekoppeld zijn. En dat vinden wij wel echt een cruciaal punt. En ik snap wel dat in het zicht van, of in dat je misschien ook anders kunt duiden, maar voor ons is dit stukje wel essentieel. Oké, dank u wel. Was u aan het eind van uw betoog. Ik kijk naar de ChristenUnie of u nog het woord wil. Nee. Dan kijk ik naar de heer Jonker of u nog het woord wil. U hebt het woord, meneer Jonker. Ja, voorzitter, heel kort. De zorg wat betreft de participatie is bij ons niet weg. En we moeten oppassen dat wij in deze transitie de kloof tussen de overheid en de burger juist niet gaan vergroten door toch wel wat dwangmatig van bovenaf wat wordt opgelegd. Zeker ook de reactie van de wethouder goed verstaan. We zijn als medeoverheid medeverantwoordelijk en zo simpel is dat. En dan moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en dat moeten wij toch ook doen. En ook de kans pakken en die niet te laten liggen zoals de PVV dat doet. Dus wij steunen het amendement. En ook de motie, we hebben wel wat moeite met het eigenaarschap, zoals bij het zonnepark. Maar het is een motie. Ik heb heel goed gehoord wat de GPT ook zei van wat het doel betreft, dat onderstreep ik. En ja, die voorstellen komen naar ons toe. Dus die motie is zo scherp. Dus ja, wij steunen dat ook van het CDA. Maar ik vind het toch jammer. Je poetst echt wat van tafel met deze motie, want onze gemeente wordt er. Kun je toch aan het stuur trekken van om toch nog een mooiere gemeente te blijven houden. Dus dat wat ons betreft, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Veldmeijer. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Tegen mijn collega van GBT zou ik zeggen, de rest gaat voornamelijk over zon en wind. En dus niet zozeer over waterstof. Dus dat betekent gewoon heel veel windparken en zonnepanelen. En voorzitter, en wat ons betreft, energie is gewoon een basisbehoefte. En mensen willen maar één ding en dat is gewoon een betaalbare energienota. En gas is spotgoedkoop. En deze hele energietransitie heeft nul effect op het klimaat. En het is veel duurder dan gas. En wij vragen ons werkelijk af waar de ratio gebleven is in het hele beleid. Ik geef de vraag aan u. Elsie gaat nu het woord. Ja, dank u, voorzitter. Ja, voorzitter, ik snap werkelijk waar niet wat de heer Veldmeijer nu van de PVV zegt. Zon en wind staat helemaal niet in de motie van het voorstel niet. Maar nu zegt u weer, hè, meer windmolens en weet ik allemaal wat. U zegt nee, u geeft gewoon de controle aan een ander. Wij hebben straks helemaal niets te vertellen als wij nee gaan zeggen wat u nu doet. En dan verwijt u diegene die de motie of de amendementen dienen van ja, krijg allemaal windmolens en zo. Die komen er toch. Het staat er gewoon in. Dat is via het klimaatakkoord is dat
zo besproken. Dat is de aanleiding. Die rest went, ja, meneer Jonker zei het ook al, die kan er eigenlijk weinig aan doen. Dat wordt gewoon opgelegd. Je moet er maar mee dealen. En dat is ook wat we gezegd hebben. En dan moet je het beste ervan maken. En wij proberen juist met dit voorstel om de windmolens niet direct in Twenteland zomaar te krijgen. Langs de autosnelweg, maar wij vinden gewoon, je bent een rest Twente, je bent een regionale samenwerking, dus dan moet je met elkaar daarover praten. En er zijn echt wel meer gemeenten die dat ook wel willen. Die willen ook niet dat een platteland meteen volgepland wordt met allerlei windmolens en zonneparken. Maar dat willen wij toch ook niet, dat wilt u toch ook niet. Maar doordat u nu neerzegt, gebeurt dat gewoon, want dan wordt het gewoon geplaatst zonder dat wij invloed hebben. Waarom beseft u dat niet en waarom zegt u steeds tegen ons dat wij het niet goed doen? Eigenlijk wat u doet, u geeft de macht aan de provincie. En als de provincie niet goed doet, aan het Rijk. Legt u dat nog eens uit waarom dat dan niet zo is met een neerstem? Meneer Veldberger, nu het woord. Ja, voorzitter, dan zouden we capituleren voor de ongekozen bestuurders uit de EU. De mensen die niet door ons gekozen zijn. En nogmaals, en we hebben het al eerder gezegd, we moeten gewoon met gemeentes gewoon in verzet komen zoals de boeren doen. Zoals de bouwers doen. En dat werkt, gewoon in verzet komen. Ik ben laf. U loopt gewoon achter Franske Timmermans die 260 miljard gaat uitdelen, ons belastinggeld, aan allerlei maatregelen. Dus er moet één, we krijgen gewoon gelijk, ook op dit dossier. Er is net ook een peiling geweest op standpunt.nl, want we weten allemaal dat Nederland gaat groeien. 96% van de mensen is voor grenzen dicht. Ook zoiets. En dat gaat met dit ook gebeuren. En mensen willen dit niet. Wij weten zeker, mensen willen dit gewoon niet. Die willen geen windmolens. Die willen gewoon maar één ding en dat is een betaalbare energienota. En dat kan met gas en later met thorium. En dat zou nu al kunnen met kernenergie. Want als je kijkt naar de prijzen van Borselen, dat ligt een stuk lager dan het windmolenpark wat er vlakbij in de buurt ligt. En dat draait zonder subsidie. Meneer Elsinga heeft nog een vraag. Meneer Elsinga, nu het woord. Voorzitter, het is gewoon hetzelfde riedeltje, maar het is geen antwoord op mijn vraag. U zegt nee, u wilt het niet vaststellen, dat betekent gewoon, zeg dan gewoon, geef dat dan gewoon toe, dat wij de provincie of anders het Rijk de controle over onze gemeente Twente dan krijgen. En zij gaan bepalen dan waar zonneparken, windenergie en al dat andere komt. Dat is toch gewoon zo, dat kunt u toch niet ontkennen? Meneer Veldmeijer. Ja, voorzitter, hetzelfde verhaal. U moet in verzet komen als u dit niet wilt. En niet dit gewoon aannemen en dan maar kijken wat erbij te schaven valt. Er komen gewoon heel veel windmolens, zonneparken. Dankzij onder andere GBT. Ik denk dat u niet bij elkaar komt, maar nog een laatste poging, meneer Elsinga. Ja, ik denk het, hè? Ik zeg het heel voorzichtig. Meneer Elsinga en dan meneer Smelt nog en dan... Het probleem in deze, voorzitter, dat concludeer ik maar, dat de heer Veldmeijer in het Twenterand heel graag zou willen steunen. Want dat betekent geen windmolens en zonneparken ongebreideld in Twenterand en geen controle vanuit de provincie en het Rijk. Maar het zit u dwars. U zit ook in Overijssel en dan... Met ze niet met elkaar, want dan moet u daar weer wat anders zeggen. Dat is uw probleem. Meneer Veldmeijer, nou, hij hoeft niet meer hoor. Dat nou ja, als één keer het woord voert, dan blijft hij gewoon op uw naam staan. Meneer Veldmeijer, nu het woord. Sorry, wij zijn heel consistent in ons beleid. Ook in de provincie hebben we hetzelfde beleid en ook landelijk hebben we hetzelfde beleid. Dus van ons geen gedraai, zoals de VVD, de Groene Liberalen op dit moment. Want ik weet nog dat meneer Rutte zei, inwoners draaien op subsidie. Rustig aan. Dan de heer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. PVV bepleit hier in de gemeenteraad van Twenterand gas. Dus ik zal u de gaspartij noemen. Maar u bepleit ook grenzen dicht. U bepleit ook een nexit, allemaal landelijke thema's. Dus ik maak even van de gelegenheid gebruik om even met de heer Veldmeijer met de welvinden over gas te hebben. U weet dat wij in Nederland gas hebben. U weet dat de gaskraan dichtgedraaid wordt. U weet dat Groningen, er gaat niets boven Groningen, een gigantisch probleem heeft en dat kunnen we niet ontkennen. En als u er geweest bent, dan kunt u zien dat die huizen op instorten staan als gevolg van gaswinning. We hebben geen of nauwelijks mogelijkheid in Nederland om gas te winnen. U weet dat de maffia uit Rusland, Gazprom, meters en kubieke meters gas naar Nederland transporteert voor heel weinig geld. Totdat ze ons gijzelen en die gaskraan hebben ze één keer gedaan, u weet dat nog wel, dichtdraaien. Hoe lossen we dat dan op? Dan kan het wel weinig kosten, maar als je het niet krijgt, hebben we wel een probleem. En dan? Hoe lossen we in Nederland dan de energievraag op als dat niet lukt? Gegeven de situatie die we nu hebben, daar ben ik dan wel benieuwd naar, want u gaat nog wel praten op gas. Ik ben bang dat we een probleem hebben als we u volgen.
Meneer Veldmeijer, u het woord. Ja, voorzitter. Zo langzamerhand zijn de meeste energiemaatschappijen in buitenlandse handen. Eneco nu ook weer. Je hebt Vattenfall die ontzettend aan de weg timmert. Ja, wat gaat daarmee gebeuren? Maar we kunnen ook gas uit Noorwegen halen. We kunnen gas uit Amerika halen. En we kunnen gas inderdaad uit Rusland halen. En nogmaals, gas is spotgoedkoop, maar wordt nu gedwongen heel duur gemaakt, zodat mensen gedwongen worden om andere keuzes te maken. Die kunnen niet meer op vakantie, want die moeten aan de waterpomp. Nou, wat ons betreft een hele onzinnige exercitie. En wij zeggen gewoon, verlaag die belastingen enorm, hou de mensen veel meer geld over en dan gaan ze zelf wel verduurzamen. Want dan zie je het effect ook, als mensen hun huizen gaan isoleren, dat de energielasten omlaag gaan. Maar dat is nu niet het geval. Een snel nog aanvullende vraag. Ja, want ik wil langzamerhand naar een punt komen om meneer Veldmeijer iets in zijn mindset te doen veranderen als het gaat om gas. En hem dan richting een energiebron te creëren waar we zelf invloed op hebben en dat ook zelf kunnen maken. En waar we innovatief in zijn en waar we als Nederland ook grip op hebben. En zelfs het eigenaarschap naar ons toe kunnen halen als de wethouder de toezegging die ze net gedaan heeft ook daadwerkelijk met ons samen wil realiseren. Waterstof, daar zijn we in Nederland keigoed in. Daar kunnen we het beste. En we moeten niet importeren uit andere landen. We moeten zorgen dat we innovatief zijn. We zijn wat dat betreft de VOC van Europa. En daar kunnen we als Twenterand koploper in worden, omdat we het eigenaarschap dichtbij hebben. En ik zou u willen vragen of u in uw overweging dat op zijn minst mee wilt nemen en niet een pleidooi voor gas wilt doen, maar u wil een scharen achter de voorstand van waterstof in Twenterand, omdat het goed is voor onze eigen lokale portemonnee. En dat moet u aanspreken, want u wilt helemaal niets uit Europa. Daar heb ik uw partij naar nooit horen zeggen, dus het zou heel goed zijn om dat lokaal te brengen, toch? Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Voorzitter, wat we uit Europa willen is dat geld terug, natuurlijk. Want we zijn de grootste netto betaler. We betalen meer dan dat we terugkrijgen. Dus dat willen we sowieso terug. En wat betreft waterstof zeggen wij, laat het aan de marktpartijen over. Faciliteer het wel als provincie of als rijk, maar laat het gewoon aan de markt over. Het is een basisbehoefte. De overheid zich verder helemaal niet mee bemoeien met dit soort zaken. En waterstof staat nog maar helemaal aan het begin van de ontwikkeling. Maar wij zeggen gewoon, en dat zien we ook in Frankrijk bijvoorbeeld, kernenergie. En dat zegt ook die meneer De Jong, die opgestapt is bij die stuurgroep Twentse Energiestrategie. Dat is toch een specialist over aardwarmte. Die zegt gewoon, we staan op het punt ons prachtige landschap te verminken. En blazen vuile lucht, biomassa, onze schone lucht in. Oerbossen worden hiervoor zelfs gekapt. Nou, bent u dan milieuvriendelijk? En hij zegt ook, net als wij, kernenergie is de enige optie. Nou, dat vinden wij ook. En dan gaan we niet in zee met een krakkemikkig plan als de huidige energietransitie. Nog een laatste. Ja, maar voorzitter, ik heb al iets over een sinaasappel, niet over een mandarijn. Even voor de pers van Tubantia. Ik heb het over een sinaasappel gehad met 45 saté-prikkers. Wat daarmee gebeurt als je weer aardwarmte bezig gaat. Maar als we doen wat u hier nu bepleit en je laat er een markt over. Ja, dan staan die Japanners en Vattenfall en dat soort partijen heel snel klaar. Hè? En dan heb je uiteindelijk na een succes, heb je een desastreuze aandeelhouder. Dat wil je ook niet. Dus mijn pleidooi is, richting de PVV, om het goede wat we zelf kunnen ontwikkelen in eigen beheer, om dat te omarmen en daarvoor te gaan. En niet een argument te gebruiken omdat je een tegenargument wilt hebben. Doe nou sportief en kijk nou samen met elkaar als partij en doe dat als PVV alsjeblieft een keer om je daar achter te scharen. En die zeggen, ja, gas is goedkoop, want het is nou één keer omdat we ook tegen dit voorstel willen zijn. Kijk nou eens naar de goede dingen. En daar wil ik u graag voor uitnodigen om dat te doen. Dank u wel. Dank u wel. De heer Veldmeijer vervolgt zijn toon. Meneer Veldmeijer, voorzitter, en nog niet zo lang geleden hebben wij aan het college gevraagd, waarom stapt u nou over op elektrische auto's? Wat is nou de CO2-besparing? Nou, dan zegt de college, ja, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat op het moment van rijden dat er geen CO2-emissie is. Maar bij de productie komt heel veel CO2 vrij. Maar goed, men weet het niet, men wil deugen en men loopt gewoon achter meneer Timmermans aan. Voorzitter, wat ons betreft is er gewoon een subsidie-economie gecreëerd. En zonder energie, zonder subsidie valt het hele plan in duigen. Wat ons betreft, en daarom zullen we tegen alles wat hier is ingebracht tegenstemmen, dat deze transitie is onnodig, onzinnig en onbetaalbaar. Dank u wel. Dan kijk naar de heer Kobus, of u nog het woord wil, de heer Reusken, ook niet. Kijk even naar de wethouders, ook geen vragen aan u meer gesteld. Dan sluit ik het debat en ga ik over tot stemming.
En dan begin ik eerst bij A10. Dat is het amendement startnota regionale energiestrategie Twente. Wil iemand een stemverklaring afgeven? Niet, dan gaan we over tot stemming. Wie is voor dit amendement? Gemeentebelang, GBT dan, ChristenUnie, CDA, SGP, VVD, Partij van de Arbeid, GroenLinks. Wie het tegen? De PVV, het amendement is aangenomen. Dan ga ik naar het voorstel, de startnotitie regionale energiestrategie Twente, om die vast te stellen. Wil iemand hiervoor een stemverklaring geven? Wie is voor dit voorstel? Dat is het GBT, ChristenUnie, SGP, VVD en Partij van de Arbeid, GroenLinks. Ik kijk even naar het CDA. Wie is tegen het vaststellen van de startnota regionale CDA en de PVV? Het voorstel is aangenomen. Dan ga ik naar de moties. Ga ik naar motie 47. Dat is de motie die ingediend is door het GBT. Ja. Oké. Dan stel ik voor om het zeer ordelijk. Vandaar dat ik even keek. Hè. Ik gaf het een seintje, maar voorzitter is onafhankelijk. Weet u, daar ga ik even de stemming over de startnota regionale energiestrategie Twente. Dan ga ik even naar dat het amendement hebben aangenomen. Dan ga ik nu naar het voorstel. Dan ga ik opnieuw een stemming geven. Wie wil een stemverklaring? Wie is voor de startnota regionale energiestrategie Twente? Dat is het GPT, ChristenUnie, CDA, SGP, VVD, Partij van de Arbeid, GroenLinks. Wie is tegen? De PVV. Het voorstel is aangenomen. Dan ga ik nu naar de moties. Dan eerst motie 47. Dat is de motie ingediend door GBT, ook namens ChristenUnie, SGP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Twenterand. Wil iemand een stemverklaring? Dan ga ik over tot stemming. Wie is voor deze motie? GBT, ChristenUnie, SGP, VVD, Partij van de Arbeid, GroenLinks. Wie is tegen deze motie? CDA, PVV. De motie is aangenomen. Dan ga ik naar motie 48, motie ingediend door het CDA, ook namens VVD en de SGP. Wil iemand een stemverklaring? Wie is voor deze motie? Dat is CDA, SGP, VVD. Wie is tegen deze motie? GBT, Partij van Arbeid, GroenLinks, PVV, ChristenUnie. De motie is verworpen. Dan ga ik over naar het volgende agendapunt. Dat is de tariefswijziging diverse belastingverordeningen 2020. En ik geef de heer Elsinga het woord. Aan u het woord, meneer Elsinga. Ja, dank u voorzitter. Kan kort. Vorig jaar toen hebben wij bij de zwembadtarieven ook iets ingediend. Daar kwam mondeling omdat het zo klein was. Een paar woorden. Nou, dit zijn ook een paar woorden. Ik dacht dat kan ook wel mondeling. Maar dat moest dan toch weer met een abonnement. Oké, dat hebben we dan gedaan. Waar gaat het eigenlijk om met al die verordeningen dat wij het zwembadkaartje voor één dag. Dus het badkaart, dagkaart zoals ze dat noemen. Voor kinderen gewoon op €3 blijven houden. En waarom doen we dat? Het overdekt zwembad. De stamper, dat is totaal afgeschreven. Dat is eigenlijk een houten touwtje zwembad aan het worden. En de aquapark, de zandstuif in Vramsop, die heeft een hele metamorfose ondergaat het op dit moment. Er komt een grote glijbaan, maar ook het wordt ook allemaal aangepakt. En dan vinden wij een slecht signaal als je, voordat je dat al open gaat doen, meteen de prijsverhoging al gaat doorvoeren voor kinderen. Dus in die zin hebben wij gezegd van, samen met ChristenUnie en PvdA GroenLinks, wij willen dit gewoon niet naar €3 en een stuiver. Ik ben meer tijd kwijt aan wisselen van geld om die €95 te vinden. Dat valt ook niet mee. Maar het gewoon op €3 te houden op prijsspel 2019. En dat geldt voor niet voor de rest, dat geldt alleen voor dit onderdeel. Nou, het gaat om zo'n kleine €600. En wij willen de derving van die inkomsten willen we dekken uit verzobering van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Twenterad. Dank u wel. Dan krijgt deze motie
maakt onderdeel uit van de beraad. Nee, dit amendement maakt, sorry. Dit amendement maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Wordt overhandigd aan de griffier. Ik weet niet of u het amendement heeft, meneer Elsega. Ondertekend en wel, hopelijk. Ja, dan kijk ik rond of er nog anderen het woord willen voeren. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het een heel goed verhaal, dus wij zullen die steunen. Oké, dank u wel. Alleen, hij moet er even rondgedeeld worden voordat ik het in stemming geef. Nee, ik wil even het amendement hebben. Goed, het amendement. Verordening zwembadtarieven gemeente Twenterand is rondgedeeld. Ik begreep dat er verder geen sprekers zijn. En dan geef ik het woord aan wethouder Koster, die namens het college zal reageren. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik moet zeggen, ik vind het een sympathiek amendement. Maar over de dekking. Verzorging van een nieuwjaarsreceptie. Ik weet niet of dat echt specifiek, ik moet dat even laten uitzoeken, of dat een specifiek budget is. Maar het zou natuurlijk, en daar wil ik u raad wel even meegeven, het zou natuurlijk ook onder het budget kunnen vallen, dat één budget is, bijvoorbeeld ook het hapje en drankje na afloop van de raadsvergadering. Dat u zich daar wel van bewust bent. Dank u wel. De raad is het zich dit zeker bewust, denk ik, wethouder. Ik kijk nog even naar de indieners van het amendement. U neemt er kennis van, ga ik vanuit. Meneer Elsega. Ja, ik denk er wel in minder om, maar mij niet zoveel uit. Maar het gaat ons ook om het symbool van een nieuwjaarsreceptie. Hè, wat helder, het is helder. Ze leuk vinden, maar er zijn andere mensen die vinden dat maar een bolbolfeestje, laat ik het zo maar zeggen. Dus, Goed, helder, niemand meer. Dan ga ik over tot stemming. Eerst van het amendement, ingediend door de GBT namens ChristenUnie Partij van Arbeid GroenLinks. Wil iemand hiervoor een stemverklaring? Dan ga ik hierover stemmen. Wie is voor dit amendement? GBT, ChristenUnie, CDA, SGP, PVV, VVD, Partij van Arbeid GroenLinks. Het amendement is unaniem aangenomen. Dan ga ik nu naar de tariefswijziging diverse belastingverordeningen 2020. Wil iemand een stemverklaring? Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, wij zullen tegenstemmen omdat tarieven verhogen het makkelijkste is wat er is. En we zouden liever zien dat de gemeente eens een keer de tarieven verlaagt. Want inwoners hebben het al zwaar te verduren. Dank u wel. Dat was het. Dan ga ik over tot de stemming. Wie is voor de tariefswijzigingen en conceptverordeningen voor 2020? Dat is GBT. Wie is voor? ChristenUnie, CDA, SGP, VVD, Partij van Arbeid GroenLinks. Wie is tegen? De PVV. Het voorstel is aangenomen. Dan ga ik nu verder met de algemeen plaatselijke verordening gemeente Twenterand 2019 vast te stellen. En ik geef de heer Reusken het woord en geef straks de leiding van de vergadering over aan de heer Smelt. Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Zoals al aangekondigd bij de raadsdebatten hebben wij aangegeven dit onderwerp op de bespreekagenda te willen zetten. Daar waar het gaat om het karbiet schieten. Er zijn een aantal aanpassingen in de verordening geweest waar wij ons in kunnen vinden. En dat geldt ook ten aanzien van de regels die zijn aangepast rondom het karbiet schieten. We constateren dat de laatste jaren er steeds meer discussie is over het afsteken van vuurwerk en karbietschieten op Oudjaarsdag. En dat er zowel mens als ook dier overlast en nadeel van ondervinden. We hebben begrepen dat meer dan 40 locaties karbiet wordt afgeschoten. En wij vinden dat de aanpassingen die in de verordening zijn opgenomen goede aanpassingen zien. Daarbij zien we nog wel dat daar waar het gaat om de omvang van de meldbussen, 60 liter, dat vinden wij te veel. Dat zouden wij graag aangepast willen zien naar 30 liter. Zoals dat ook in een aantal omliggende gemeenten gebeurt, zoals Oldenzaal, Dinkeland, Tubbergen en Losser. Vandaar dat wij een amendement
indienen, laat ik het nu goed zeggen, een amendement indienen om artikel 2.81, vrijstelling, verbod lid A, maximale omvang 60 liter, te wijzigen in maximale omvang van 30 liter. En gaat over tot de orde van de dag. En dat is een motie die ingediend wordt door de Partij van de Arbeid GroenLinks. Dank u wel. Dan gaat u uit dat deze motie of amendement onderdeel uitmaakt van de beraadslaging. Als u hem indient, was u klaar met uw bijdrage, meneer Reusken, of wilt u nog verder? Dan kan, ik denk dat het goed is om dan het amendement alvast te geven, dan kan die ook vermenigvuldigd worden. Dan kunt u verder gaan met uw betoog. Want anders kost het weer tijd om te wachten als er niemand wil spreken. Ja, meneer Reusken, voorzitter, voor dit moment ben ik voldoende aan het woord geweest en wacht ik uw reactie af. En die van mijn collega's. Goed, dank u wel. Dan kijk ik rond op iemand in eerste termijn over de algemene plaatselijke verordening wil spreken. De heer Jonker, aan u het woord. Voorzitter, ik kan heel kort zijn. Het voorstel wat de heer Reusken doet, zullen wij ondersteunen. Wij zijn graag voor een gemeente die weer een stukje veiliger wordt dan meer. Dus wij zijn voor dit voorstel. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik nog rond. Ja. Meneer Papen, aan u het woord. Moet u echt weer terug, want we willen wel u in beeld zien met naam. Ja, dank u wel. Wij hebben het amendement ook gezien. En wij gaan voor veiligheid voor onze inwoners en zo min mogelijk overlast voor dieren. Maar ook voor zo min mogelijk onnodige regels. En eigenlijk vinden wij de wijzigingen die zijn voorgesteld eigenlijk wel prima. Wellicht zullen we wel iets meer handhaving zien. Dat is misschien niet aan de raad, maar toch. Dus eigenlijk vinden wij het amendement overbodig. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Jonker heeft een vraag nu. Ja, voorzitter, dank u wel. De heer Paver geeft aan minder regels. Er komen niet minder regels. U bent voor de overweging die in de motie of in het amendement staan. Maar in feite komen er niet meer regels. Het wordt gewoon aangepast. En u wilt graag wat in het amendement voor ligt. Dat wilt u graag. Maar er komen niet meer regels. Het wordt alleen iets aangepast. Een veiligere gemeente. Kortom, we zijn voor het voorstel. Dank u wel. Dan kijk ik nog even rond of iemand anders het woord wil. Ja, de heer Kobus aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, vuurwerk en karbietschieten, dat is een oude traditie in Nederland. Sterk verankerd. En vroeger was dat nog op een bescheiden schaal. Maar tegenwoordig zie je dat het steeds verder gaat. Hè. Het wordt zelfs al met grote giertanks wat er al geknald. Daarom zijn wij ook wel blij dat er nu wat aanpassingen gedaan wordt. Zij het dat er in Nederland nog geen nationale regeling of dat het afgeschaft wordt. Wel willen we hier in Twenterand daar wat aan gaan doen, zodat we toch de boel wat veiliger maken, ook gezien de schade die het tegenwoordig al veroorzaakt. En daarom zijn wij ook wel blij met de aanpassing van de APV. Maar om nu nog verder te gaan van 60 liter naar 30 liter, dat gaat ons iets te ver. Als je het hebt over melkbussen, die zijn over het algemeen altijd al 30 liter. Er zijn uitzonderingen, die zijn 40 liter. Veel mensen hebben die gewoon in de schuur staan en pakken hem elk jaar. Om dat nu te gaan verbieden, dat vinden wij iets te ver gaan. Dus wij zouden het graag laten bij het oorspronkelijke voorstel. Dank u wel. Meneer Veldmeij, ik had u gemist. Mijn excuus, aan u het woord. Nee hoor, ik stak wat later mijn hand op. Ja, wij vinden toch, als ik kijk naar het amendement van de PvdA van GroenLinks, dat er zo langzamerhand een enorme verdrutting plaatsvindt in Nederland. En ik zou wel eens willen weten, er wordt hier gesproken over veiligheid, of er ongelukken zijn gebeurd de afgelopen jaren met kabietschieten in onze gemeente. Is daar wat over te zeggen, maar er worden zoveel tradities inmiddels van ons afgepakt. Wij staan wat dat betreft van onze tradities. En ten tweede zullen we voor het voorstel stemmen, voorzitter, wel met de kanttekening dat wij het onzinnig vinden dat je in de gemeente bij een feestje geen ballonnen mag oplaten. Dat is ook weer zo'n zaak van vertrutting in ons land. Maar goed, er staan wel hele goede andere punten in, dat weegt voor ons zwaarder, dus dan zullen we voorstemmen.
De heer Reusken heeft de vraag. Nu de heer Reusken aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag de heer Veldmeijer willen vragen. Het volgende, wat wij doen is absoluut geen vertrutting. Wat wij doen is ook kijken naar medemens en dier. De PVV is ook een partij. En dat hoor ik ook in de Tweede Kamer van de PVV. Die dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft. Ik ken situaties ook in Twenterand waarbij mensen ver voor Oudjaarsdag hun dieren elders moeten brengen, onder moeten brengen, om het geknal, wat deze dagen langzamerhand ook al gaat beginnen, om ze daarvoor te beschermen. En dan zou ik toch juist van de PVV verwachten, waarin ik niet meer regels vraag in deze APV, maar juist vraag om daar rekening mee te houden, zou u toch juist moeten steunen? Ja, voorzitter, het klopt. Dank u wel, voorzitter, sorry. Dat klopt, wij zijn een partij die opkomt voor de belangen van dieren. En het feit dat er nu geknald wordt, heeft ook te maken met een stukje handhaving wat ontbreekt. Mankracht voornamelijk, om te handhaven. En we vinden niet dat de mensen die van goede wil zijn, daar de dupe van hoeven te worden. En als ik kijk, ik heb zelf ook een dier. Het is inderdaad voor de hond geen fijne periode, maar ik denk maar zo, straks is het afgelopen. En ik heb, als ik kijk naar het hele jaar, heb ik veel meer overlast van andere zaken dan van vuurwerk. Het gaat me om een paar dagen. Meneer Smelt heeft nog een vraag. Meneer Smelt, wil u het woord? Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Veldmeijer maakt een opmerking over vertrutting in relatie tot bij een feestje wensballonnen, want daar heeft u het over. Voorzitter, het is uitgebreid over en ik wil u daar ook op wijzen waarom dat in de APV staat en wij er blij mee zijn. Er is een voorstel geweest van onze oud-fractielid, de heer Veuring, in de vorige raad. En daar hebben we aangenomen en dat heeft alles te maken. En ik hoop dat u daar begrip voor heeft en daarom wil ik dat hier graag ter punt graag maken. Dat er in Den Ham en in Beersen veel rieten daken zijn en er gewoon woningbranden zijn ontstaan. Als gevolg van het op het dak landen van die wensballonnen. Want daar zit een ding in wat heel lang heel veel vuur houdt. En daardoor hebben wij gemeenten in onze gemeente met karakteristieke panden, dat we dat in het kader van veiligheid en woningbranden die echt daardoor veroorzaakt zijn, om dat te moeten opnemen in de APV. Dus ik wil u vragen of u dat in uw overweging wilt meenemen, dat dat de reden is. En dat heeft niks te maken met vertrutting, maar een daadwerkelijke oorzaak en gevolgtrekking daarop. Krijgen u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, daar kan ik nog een beetje in meekomen. Het gaat mij met name om de gewone plastic ballon gevuld met helium. Dank u wel. Dan kijk ik nog één keer de raad rond of iemand nog het woord wil. Dan geef ik even de leiding over. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Er is één punt ingebracht, ook via een amendement door de heer Reusken. Ik heb de algemene plaatsverordening wat scherpere punten aangegeven wanneer het gaat om de veiligheid. En ik heb niets opgenomen of niet veranderd het aantal liters wat in een vorige raad bediscussieerd is. Ik heb dat heel duidelijk niet gedaan, omdat het aan uw raad is. En ik heb dat ook heel bewust niet gedaan, omdat ik ook vind dat op een bepaald moment ook enige consistentie ook hierin zou mogen zijn. Als u, en laat ik dat maar zo zeggen, ik weet natuurlijk niet hoe de stemming over dit amendement zou gaan. Als u in meerderheid zou besluiten om dit wel door te laten gaan, dan wil ik u in elk geval in overweging te geven om het niet voor dit jaar te laten gelden, maar voor het volgend jaar. Want iedereen heeft nu al alles in huis. Laten we daar ook ons even van bewust zijn dat het zo gaat. Dus ik vind dat toch wel een punt om u mee te geven. En als u zegt van de handhaving, het is dus zo dat wij donderdag als politie, bescheiden BOA, buitendienst met elkaar overleg hebben hoe het allemaal gaat bij het oude jaar. Er wordt echt keurig afgestemd, telefoonnummers worden allemaal uitgedeeld om zoveel mogelijk daar te zijn waar nodig is. Maar u beseft ook van dat en de politie en de BOA niet overal tegelijk kunnen zijn. Dat blijft een heel spannend iets. Ik vind, dat heb ik ook al eerder aangegeven.
We hebben geprobeerd in onze APV om het zo zorgvuldig mogelijk op te schrijven dat ook daar gehandhaafd kan worden. En je hoopt ook dat mensen zich dat ter harte nemen en ook hun eigen veiligheidsmaatregelen nemen wanneer het gaat om afstand, wanneer het gaat om filmen aan. Dus dat wil ik u in overweging geven. En het is een hele bewuste keuze omdat in een vorige raadsperiode dat heel bewust deze aantal liters benoemd zijn. Tot zover, voorzitter. Ja, dank u wel voor uw beantwoording. Dat is nog een vraag, maar die zal ik u straks nog helpen. Eerst de heer Huisjes voor een vraag met betrekking tot het amendement. Aan u het woord. Ja, voorzitter, er zijn meldbussen van 30 liter, maar ook van 40 liter. En ik hoor u net zeggen van dan ingrijpen per volgend jaar. Als die regel al wordt aangenomen, hoe denkt u dat te gaan handhaven? Want het verschil is haast niet te zien. Ik ben geen BOA en ik ben geen deskundige. Laat ik het allemaal heel duidelijk zo zeggen. En ik heb het weekend aan een melkboer die vroeger melkboer was gevraagd van hoe groot is een melkbus van 30 liter? Kun je me dat ook aangeven? 40 en 60. Die vraag, ik denk, ja, ik moet toch proberen mijn kennis op te halen. Het blijft een lastige om dat te handhaven, om dat te zien, om daarop in te gaan. Dus ik denk ook dat je, wanneer het gaat om veiligheid, je afhankelijk bent van een heel aantal factoren. En die staan keurig verwoord in de APV. Afstand, schietrichting, noem maar even op. En ja, het is aan uw raad om een antwoord te geven op het amendement. Dat leg ik erop, maar ik zou een verschil tussen 30 of 40 liter waarschijnlijk niet zien. Maar misschien een BOA wel. Die hebben er oog voor. Ik ga ervan uit dat dit een expert is uit onze raad die dat vast weet over melkbussen. Daar heb ik gewoon wat vermoeden van. Dus aan u het woord. Ja, voorzitter, de tijd van melkbussen is ver voor mijn tijd. Ik trek de conclusie dat u de veiligheid niet zozeer te maken heeft met de omvang van de melkbus, maar meer met andere factoren. Ik ga ervan uit dat het een samenspel van alles is. En ik geef ook heel duidelijk aan hoe ik daarin sta. Een vorige raadsperiode heeft de raad een besluit genomen. Na een hele lange discussie heb ik begrepen. Daar heb ik mij aan geconformeerd met het nog veiliger maken met een aantal regels die erin hebben staan. En het oordeel is aan u als raad om daar iets anders van te vinden. Maar als u dat anders zou willen, wil ik u een overweging geven om het een volgend jaar te laten ingaan. Omdat de mensen al jarenlang het doen zoals ze doen. En op de vraag van ongelukken, ik heb even wat geseind met iemand die al heel lang in Twenterand woont, zijn er de laatste jaren geen ongelukken geweest. Dank u wel, ik zie meneer Koolhoos met de interruptiemicrofoon en nu het woord. Ja, ik heb de tijd van de melkbus nog wel meegemaakt. En ik weet dat de melkbussen zijn van 20 liter, 30 liter en 40 liter, maar niet groter. Dus je zou kunnen zeggen van beperk hem dan naar 40 liter in plaats van 30. Is er een vraag aan de indiening van het amendement of aan de portefeuille? Ik zou zeggen van het oordeel aan uw raad. Maar even terug naar de interruptie. Stelt u de vraag aan de portefeuillehouder of stelt u de vraag aan de indiening van het amendement? Het is een mededeling aan de raad om dit te overwegen wat we daarmee gaan doen. Portefeuillehouder geeft aan oordeel raad. Prima. Meneer Veldmeijer, u heeft ook een vraag aan u het woord. Ja, ook in aanvulling op mijn collega van de ChristenUnie. Dat veiligheid wordt wel genoemd in het betoog van de PvdA. Nou, het blijkt dat er de laatste jaren geen ongelukken zijn gebeurd. Dus het aspect veiligheid kunnen we wegstrepen. Nou, wat blijft dan over? Dat is een stukje lawaai. Nou, dan zou ik graag aan de voorzitter willen vragen. Wat is het verschil in lawaai tussen een 30... liter melkbus en een 40 liter melkbus. Is dat hoorbaar voor mensen? U stelt me naar voorzitter, hij heeft een beetje verstand van. Het ligt eraan hoeveel karbid er in de bus stapt. Laat ik het anders formuleren. Laat ik het anders formuleren, voorzitter, aan de voorzitter, de burgemeester. Valt dan eigenlijk niet de hele grond weg in uw optiek van dit amendement? Als het niks te doen heeft met veiligheid, het geluid is niet
echt dat je zegt van dat is veel beter hoorbaar of schadelijker, valt dan wat u betreft ook niet het argument weg van dit amendement? Ja, dan moet u niet aan mij vragen. Ik geef heel duidelijk aan hoe ik erin sta. En vervolgens is het aan uw raad wat u met het amendement gaat doen. Ik ga niet allerlei overwegingen ingeven die de indiener daarbij heeft. Ik geef gewoon aan hoe ik erin sta, wat ik gedaan heb. En vervolgens is het aan uw raad om hier een oordeel over het amendement te hebben. Ja, meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, het sterkt alleen maar ook de antwoorden, ook het betoog van de burgemeester, dat er in de voorgaande periode langdurig over gesproken is. En met het feit dat de argumenten van het amendement onderuit gehaald zijn, zullen wij dus tegenstemmen. Oké. Okay. Ik kijk naar uw raad of er nog behoefte is aan een volgende termijn. GBT, ChristenUnie, CDA, SGP, PVV, VVD, aan u het woord. PvdA GroenLinks, meneer Reusken. Voorzitter, ik moet glimlachen. Ik ben eigenlijk wel blij met dit debat, want daar is het ons ook voor een belangrijk deel om geweest. Om er met elkaar over in gesprek te gaan, vooral als het gaat over hoe gaan we met vuurwerk om, hoe gaan we met kabiet om. Ik heb ook al aangegeven dat wij wat nu voor ligt in de APV, dat steunen wij. Wij zien graag een aanpassing. En dat blijf ik ook staande houden, van 60 liter naar 30 liter. De overwegingen die de portefeuillehouder geeft, doe dat niet met ingang van dit jaar, maar doe dat met ingang van volgend jaar. Die steun ik. Dus in die zin wil ik het amendement ook aanpassen, omdat ik me dat goed kan voorstellen dat op zo'n korte termijn dat niet te regelen is. En ik heb nog, wil ik iets aanbieden aan de portefeuillehouder, voorzitter. Maar ik denk dat daar de vraag niet over gaat, maar u gaat over de orde van de vergadering. Ja, dat klopt. Maar ik laat u netjes uitspreken en ondertussen kijk ik of er een jaartal wel ergens in te passen is op uw verzoek. Dus maakt u zin af en dan krijgt de heer Veldmeijer mij het woord. Nog één iets aan te bieden aan de portefeuillehouder. Ja, dat doen we dan na deze interruptie. Meneer Veldmeijer. Nou, voorzitter, ik neem het mijn collega van de PvdA GroenLinks toch kwalijk dat er een beeld wordt neergezet dat die bussen gevaarlijk zouden zijn en dat dat blijkbaar helemaal niet zo is, want er zijn geen ongevallen bekend in de afgelopen periode. En ook vanwege de overlast voor mensen en dieren. Nou, mijn collega kan ook niet vertellen wat het verschil is in decibel qua geluid. En ik verzoek hem toch, als hij voort een amendement indient, dat hij zich toch wat beter voorbereidt en met legitieme argumenten komt onze amendement in te dienen, want alles is weggevallen onder dit amendement. Nou, laten we dat schaden. Dat is voorlopig uw mening. De mening van de PvdA GroenLinks is een andere. Dat mag in deze raad, dus geen probleem. Meneer Reusen, aan u het woord. Goed, voorzitter, dank u wel. Ik zou graag mijn collega raadsleden, in het bijzonder ook de PVV, verwijzen naar karbiet is pas vet als je een beetje oplet. Een prachtvolder van Losse, Dinkeland, Terbergen en de gemeente Oldenzaal, waarin eigenlijk wordt aangegeven hoe je op een veilige manier en een verantwoorde manier met kabietschieten kunt omgaan. Mocht het amendement het dadelijk niet halen, voorzitter, dan zou ik toch willen vragen om deze publicatie, deze communicatie, wellicht te gebruiken in Twenterand. En ik heb daar ook, als dat geld mocht kosten, ook nog eens een keer naar de dekking gekeken. Want ik heb de begroting nog eens bijgepakt. Daar staat 1000 euro in de begroting voor onvoorzien. En volgens mij gaat dit daar prima uit. Want het gaat over de drie O's. En die passen daar volgens mij goed in. En ik heb ze niet zo snel op een rijtje, voorzitter. Neemt u mij dan niet kwalijk. Maar volgens mij kan dat hieruit. En is dit prima daarvoor te gebruiken. Dus dit zou ik graag dadelijk aan de portefeuille houden willen geven als een mooi voorbeeld hoe je verantwoord met kabiet kunt omgaan. Dank u wel. Ik heb u toegezegd dat het na de beraadslaging kan en de termijn, dus daar geef ik u de gelegenheid voor. Ik zie dat de heer Jonker bij de interruptiemicrofoon staat. Ik wil u graag de gelegenheid geven uw vraag te stellen. Dank u wel, voorzitter. In punt, en dat is ook met name wat de heer Veldmeijer ook al te kort door de bocht geeft. De veiligheid wordt onderuit gehaald. Nou, ik zou toch willen beweren dat dat niet zo is.
Het is gewoon heel simpel. Als je met een kleinere bus, met kleine kaliber gaat schieten, is altijd nog veiliger dan met een grotere bus, grotere kaliber. Kijk ook naar defensiematerialen, et cetera. Dus, maar het blijft nog steeds gevaarlijk. Dat gezegd hebben de voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Uitslag van Richelen, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik wil toch even reageren op het laatste wat de heer Reusken zei. 1000 euro, onvoorzien. Ik kan me herinneren dat we net over een amendement van 600 euro hebben moeten stemmen. Ik denk dat dat zo niet gaat. Of begrijp ik de heer Reusken niet goed? Meneer Reusken heeft geen voorstel gedaan waarin hij dat doet. Dus hij heeft alleen een suggestie gedaan van een andere gemeente en een ander voorstel. Dus ik weet niet wat uw vraag dan is. Nou, dat klopt, voorzitter. Alleen die vraag was voor de heer Reusken bestemd. Want dat dacht ik dus ook. Maar ik denk, als ik dat niet goed begrepen heb, dan wil ik dat graag van hem horen. Ja, maar als uw voorzitter zegt dat daar geen voorstel voor ligt. Dus als de heer Reusken een voorstel gaat doen, dan zal ik hem vragen om die dekking valide te maken. Maar geef hem de gelegenheid om te reageren, hoor. Dat is het punt niet. Aan u het woord. Voorzitter, het gaat niet om een concreet voorstel. Het gaat om het idee om verantwoord met vuurwerk om te gaan en verantwoord om te gaan met kabietschieten. En dat zal in 9 van de 10 gevallen in Twenterand ook prima gebeuren. Het gebeurt zelfs bij mij dicht in de buurt. Ik denk alleen dat dit kan helpen. Net zo goed, en dan ga ik, als ik het goed vind, voorzitter, ook in de gemeente Hellendoorn gaat het jongerenwerk op pad de komende weken, om hoe je op een veilige manier met vuurwerk om kunt gaan. En ik wil die suggestie alleen maar meegeven. Ik laat de dekking, hoe je dat dan doet, buiten beschouwing. Dank u wel, voorzitter. Oké, dank u wel. Dan begrijp ik dat onderdeel een toevoeging is om uw argumentenamendement op een andere manier te staven en een toekomstperspectief aan de burgemeester aan te bieden. Dat wilt u nu doen, heb ik begrepen. En u ook toegezegd, dus ik geef u daar graag de gelegenheid voor. Nou, misschien wilt u reageren op datgene wat u aangeboden heeft gekregen. En er ligt nog een mogelijkheid om te reageren op de inbreng van de raad. Aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik natuurlijk de zorg en de grote verantwoordelijkheid voel voor Oudjaarsdag, et cetera. En ik wilde ook een oproep doen aan ieder om alles zorgvuldig te doen. Want het is niet alleen de grootte van de kabiet en de grootte van de bus, maar ook de juiste schietrichting en voldoende afstand, et cetera, et cetera. Dus die oproep wil ik dan toch hier in de raad richting alle inwoners van Twente gaan doen. Want ik denk dat we samen zijn we bezig en samen willen we een mooie avond hebben. Die oproep wil ik gewoon doen en ook wij als gemeente communiceren. En ik zal het zeker meegeven aan de afdeling communicatie, maar ook wij communiceren. En het is ook goed om dat misschien richting u kenbaar te maken wat dan door ons gecommuniceerd wordt. Dank u wel. Ik wil graag dat u even blijft staan vanuit uw portefeuillehouderschap. Want er ligt hier een amendement voor. En aan u de gelegenheid om daarop te reageren. Want het jaartal, daar hebben we net over gesproken. Ik zei het al, ik kijk even met u mee waar dat in dit amendement zou kunnen passen. En ik heb ook even aan de griffie gevraagd om te kijken van waar staat het in het voorstel van de APV. Artikel 2.81, daar staat een datum. En ik wil aan u vragen, portefeuillehouder. Hoe zou u dat graag door het raadslid Reusken in het amendement willen hebben opgenomen om een goed besluit te kunnen nemen? Ik voorzie dat dit amendement daarin geen dekking geeft. Nee, ik denk, en dat doe ik het uit mijn hoofd. Ik heb natuurlijk niet de tekst zo. Ik zou, verzoekt het college, nee, het is geen verzoek, het is een amendement. Hè? Dus je wijzigt artikel 2.8, vrijstelling verbod lid A, maximale omvang van 60 liter. Te wijzigen in het maximale omvang van 30 liter ingaande. Of meenemen bij de volgende APV of ingaande 1 december 2020. Dan heb je het in elk geval geregeld voor de oudejaarsavond 2020. Ik zit zo even hardop, want ik heb natuurlijk niet alle dingen. Dus dat zoek ik een beetje op, dat je het wel vastgelegd hebt. En dat als u dat wilt, dan zou ik dat als voorstel willen doen. Ja, dank u wel, want daarmee geeft u aan hoe u het amendement duidt. En dat geef ik aan de indiener aan om te vragen of hij het amendement wil aanpassen.
Of dat hij zelfs wil kijken naar artikel 2.81 vrijstelling verbod. Aan u het woord. Voorzitter, ik heb volgens mij net in mijn tweede termijn aangegeven dat ik bereid ben om dit amendement te wijzigen en de datum aan te passen naar 1 december 2020. Ja, voorzitter, dat is akkoord, maar dan doe ik als u voorzitter niet voorstel om het amendement dan ook textueel zodanig aan te passen waar de raad dan over kan stemmen. Over dit amendement kan dan in die zin nu niet gestemd worden. Voorzitter, als u mij dan toestaat, dan zou ik graag even met de Griffie willen overleggen hoe ik dit op een goede manier kan voeren. Dat is de reden dat ik u daar met u over spreek, zodat de raad een goed besluit kan nemen. Dus hoeveel tijd heeft u nodig? Vijf minuten. Oké, vijf minuten schors. Oké, ik verzoek de raad haar plaatsen weer in te nemen. En ondertussen heeft de PvdA GroenLinks de tekst gewijzigd van amendement A12 en heeft schorsing aangevraagd. Ik geef de fractievoorzitter, de heer Rusken, allereerst het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank u dat we hebben kunnen schorsen. Ik heb het amendement aangepast. Dat betekent dat amendement A12 wordt ingetrokken. En dat hiervoor een nieuw amendement wordt ingediend. Ik heb begrepen dat die het nummer krijgt A13. En ik zal het laatste deel voorlezen, voorzitter, met u goed vinden. Dat betekent dat er dan komt te staan besluit om artikel 2.81 vrijstelling lid 1a, maximale omvang 60 liter, te wijzigen in maximale omvang van 60 liter geldend voor 2019 en met een maximale omvang van 30 liter geldend voor 2020 en volgende jaren. Volgens mij moet die dan zo correct zijn. Oké. Ik wijs de raad erop dat als u nu meegelezen hebt, dat er wat kleine woordjes door hem uitgesproken worden die niet op uw blaadje staan. Ik verzoek u om dat als volgt op te schrijven voor uzelf en daarvan te maken. Maximale omvang van 60 liter gelden voor 2019 en met een maximale omvang, en daar staat het woordje van niet tussen, van 30 liter, gelden, en dan staat er vanaf 2020 en volgend jaar. Zo heeft u het uitgesproken en als u een besluit neemt over dit amendement, dan is dat de tekst waarover u besluit. Oké. Zoals de heer Reusken heeft aangegeven, is amendement A12 ingetrokken. Maakt geen onderdeel uit van de besluitvorming. Amendement A13 is daarvoor in de plaats. U heeft allemaal het amendement gekregen, dat is net rondgedeeld. Heb ik gecontroleerd en ook bevestigd gekregen. Dan gaan we het als volgt doen. We gaan eerst stemmen over het amendement A13. Vervolgens zal ik vragen of er nog een stemverklaring is. Dan het amendement en dan de raadsvoorstel. En dan nemen we het besluit over het raadsvoorstel, de ABV. Oké. Eerst gaan we stemmen over het amendement. Wie is voor het amendement? Ik zie dat de SGP en de PvdA GroenLinks voor zijn. Wie zijn er tegen? Dat is het GBT, CDA, ChristenUnie en de VVD. Het amendement is niet aangenomen. En de PVV, zei ik dat niet? De PVV is ook tegen. Ja, dan is het amendement is niet aangenomen. En daarmee verworpen. Dan gaan we. Vraag ik u of er iemand is die een stemverklaring wil geven over het besluit dat voor ligt. Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen over het voorstel, over de APV. Wie is voor de APV? Het voorstel dat ervoor ligt. Dat is het GBT, PvdA GroenLinks, VVD, PVV, SGP, CDA en de ChristenUnie. En daarmee is het voorstel aangenomen. Dank u wel en dan wisselen we weer van positie. Dank u wel voor het voorzitten. Dat hoort zo als de portefeuillehouder verantwoordelijk is voor een onderdeel. Dan gaan we nu naar het onderwerp begrotingswijziging, programma begroting 2020. En zoals in het presidium afgesproken is, geef ik eerst
Wethouder Koster het woord. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Afgelopen maand heeft de provincie in het kader van haar toezichthoudende rol op de financiën van de gemeente een aantal opmerkingen geplaatst bij de door uw raad op 12 november vastgestelde begroting 2020. De belangrijkste opmerking was het dekken van een structurele last met incidenteel geld. Indien de gemeente Twenteland de begroting ongewijzigd zou laten, zou de provincie vanuit haar toezichthoudende rol en de daarbij gehanteerde toetsingskader niet akkoord kunnen gaan met onze begroting. Ik heb dit risico overigens ook benoemd tijdens de begrotingsbehandeling en uw raad ook geïnformeerd over de brief die ons college naar de provincie heeft gestuurd naar aanleiding van het bestuurlijk overleg dat wij op 30 oktober jongstleden met de provincie hadden. Omdat onze toezichthouder niet akkoord kon gaan met de vastgestelde programmabegroting, is uw raad vorige week door de provincie gehoord. Daarbij is de door Twenteland gekozen strategie nadrukkelijk naar voren gebracht, alsmede de overwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld. Vervolgens is er afgelopen week op ambtelijk niveau herhaaldelijk overleg en afstemming met de provincie geweest om te bezien welke reparaties noodzakelijk waren om onder de gebruikelijke vorm van toezicht te blijven vallen. Dit overleg en deze afstemming hebben ons college doen besluiten om een voorstel tot begrotingswijziging aan uw raad voor te leggen. Vanochtend heeft ons college dit voorstel behandeld. Ik realiseer me terdege dat het bijzonder kort dag is voor uw raad om kennis te nemen van de voorstellen en heb ook begrip dat u zich hierdoor overvallen voelt. Echter, in de tijdslijn die de provincie hanteert, en ze kan ook bijna niet anders, was vanavond de enige bijeenkomst waarin besluitvorming door uw raad kon plaatsvinden. Deze voorstellen die we thans doen zijn feitelijk een intensivering van bestaand beleid en ontzien daarmee de voorzieningen zoals wij die in Twenteland kennen. Dit was en is ook onderdeel van onze strategie. Daarnaast gaan de voorliggende wijzigingsvoorstellen ervan uit om de uitkomsten van de septembercirculaire mee te nemen en gebruik te maken van de uitkomsten van de visitatiecommissie van de VNG op het sociaal domein. Indien uw raad vanavond dit voorstel tot wijziging van de programmabegroting ongewijzigd vaststelt, zullen wij morgenochtend de provincie hierover informeren. Kort voor deze raadsvergadering heb ik telefonisch contact gehad met de gedeputeerde. Zij heeft mij toegezegd mij zo spoedig mogelijk te informeren over het besluit van GES op basis van het voorliggende raadsbesluit, welke vorm van toezicht voor de gemeente Twenteland van toepassing is. Ik spreek hierbij de verwachting uit dat dit het gebruikelijke repressieve toezicht zal zijn. Voorzitter, tot slot wil ik nog uitdrukkelijk mijn dank uitspreken voor de ambtelijke inzet binnen onze gemeente, alsmede die van onze provinciale toezichthouder, om te komen tot het voorstel dat thans ter besluitvorming voor ligt. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik de raad rond of iemand het woord wil. Niet. Dan kan ik overgaan tot besluitvorming. En ik vraag of iemand een stemverklaring wil afleggen. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter. In de eerste plaats wil ik ook toch, het is wel eens anders, toch compliment maken naar de heer Elzinga. Ik ben bij de hoorzittingen geweest en ik moet een compliment maken hoe hij het verhaal overgebracht heeft naar de provincie. Ik vond het een heel sterk verhaal. Neemt niet weg dat wij tegen zullen blijven stemmen, omdat wij gewoon vinden dat je, als je geen geld hebt, dat je het ook niet moet uitgeven. En dat is conform ook hoe we met de begroting hebben gestemd. Dank u wel. Zijn er geen stemverklaringen, dan ga ik over tot stemming. Wie is voor deze begrotingswijziging? GBT, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Partij van de Arbeid, GroenLinks. Wie is tegen? De heer Veldmeijer, PVV. Deze wijziging van het programma, deze begrotingswijziging, programmabegroting 2020, is aangenomen. Ik dank u. En voordat ik de vergadering sluit, wil ik nog iets zeggen. Ik zit even te kijken. Ik denk toch maar even naar het spreekgestoelte.
Want, meneer Wendels, u bent voor het laatst in ons midden in deze periode van 3 maanden dat u heeft mogen vervangen omdat een van de leden van de fractie ziek is. En ja, dan is het zo dat er een vervanger mag komen. En u heeft dat 3 maanden mogen doen. En u heeft mogen proeven aan het gemeenteraadslid zijn. En ik denk dat u in de fractie ook heel veel gedaan heeft. Het is altijd in een grote fractie het woord voeren en dat is altijd lastig. Maar u weet in elk geval wel hoe het gaat in een gemeenteraad. En ik hoop ook dat u toch een gevoel heeft van, ja, dat is toch wel heel leuk. En dan ga ik niet over lijsten van de fractie en zo, hè. Daar ga ik allemaal niet over. Maar ik wil het toch wel uitspreken dat ik best wel hoop dat u misschien nog een keer weer terugkomt. Je weet maar nooit hoe het gaat in het leven. Maar in elk geval wil ik u bedanken. Bedanken voor dat u raadslid wilde zijn. Een korte tijd, maar u toch heeft willen inzetten. En dat u ook binnen uw fractie met inwoners, ondernemers, organisaties uw verantwoordelijkheid heeft genomen. Daar wil ik u namens de gemeente Twenterand voor bedanken. Ja, en dan is het altijd overhandig je dan. En ik vond het passend om een bon te overhandigen waar u zelf iets voor kunt kopen. Want een boeket is natuurlijk mooi, maar ik denk dat u hier meer aan heeft. Ik wil u met een handdruk bedanken en ik zal er nog de raad even heel kort toespreken. Goed, heel kort. We zijn nu gekomen aan het einde van de laatste raadsvergadering van dit jaar, 2019. Ik ga ervan uit dat we tot 31 december niet nog een extra raadsvergadering hebben, dus dit is dan de laatste. En ik wil u toch op deze plek allen van harte danken voor ja, toch datgene wat u voor Twenterand heeft betekend in het afgelopen jaar. Er is veel overleg geweest, er zijn debatten gevoerd, er zijn besluiten genomen waarbij ieder dat vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid heeft gedaan. En ik denk dat het ook goed is om naar toch een altijd weer een heel hectisch jaar om het af te sluiten en om dan ook een rustpauze in te lassen, in te nemen, waarbij ik toch me altijd ervan bewust ben dat u eigenlijk niet kunt zeggen, nou dan ben ik even geen raadslid. Dat blijft u gewoon, ook in die rustperiode. Ook als u winkelt, ook als u in Twenterand bent. U kunt worden aangesproken. En dat is ook uw rol als volksvertegenwoordiger. Toch hoop ik dat u met de uwen een hele fijne tijd zult hebben. De rust kunt vinden en dat we elkaar weer mogen ontmoeten op de nieuwjaarsbijeenkomst. Ik zeg het heel bewust. En we gaan natuurlijk nadenken hoe dat zomer er kan. Ik heb wel een idee. Maar goed, misschien word je daar niet vrolijk van. We zien het wel. Maar ik wens u een hele goede tijd toe. En ik hoop u dan in het nieuwe jaar weer te mogen ontmoeten. Ik dank u. Ik verzoek u allemaal ook als raadsleden even in uw postvakjes te kijken. Want anders moet er porto besteed worden. Het is de eerste bezuiniging al. Ja.